Hallo allemaal, het is woensdagavond, het is tijd voor Nail Talk Live. En vanavond hebben we een hele bijzondere show voor jullie, want dit is de 50ste Nail Talk Live. Ja. En we gaan vanavond terugblikken op de afgelopen 49 Nail Talk Lives. Ja, want we zitten inmiddels in seizoen 4 alweer. Ja. Maar wat is er in die afgelopen seizoenen eigenlijk allemaal gedaan? Ja, wat hebben we allemaal gedaan in al die 70, 80 uur Nail Talk Live die we intussen hebben gemaakt, speciaal voor jullie. Ja, zeker. We hebben hele leuke prijsvragen, dus blijf zeker kijken, want er zitten onwijs toffe prijzen. Meerdere prijsvragen. Meerdere, inderdaad. Maar we hebben natuurlijk ook nog heel veel anders. Jazeker, want natuurlijk kan Jessica niet ontbreken in deze 50ste uitzending. Dus ze gaat weer een prachtige demo geven. En we hebben natuurlijk, en die kan natuurlijk ook niet ontbreken, Mirjam met M-Stip. En volgens mij is het daar allemaal begonnen, heb ik begrepen. Ja, M-Stip is inderdaad ontstaan toen jij Pepijn en Mirjam bezocht in haar salon. Want in het eerste seizoen deden we ook salonbezoeken. Daarna in het tweede seizoen heeft Hanneke dat van ons overgenomen. Ja. Omdat wij het echt simpelweg te druk kregen. Ook met de show natuurlijk, maar ook met heel veel andere werkzaamheden. Maar daar is inderdaad M-Stip ontstaan. Ja, we hebben toen bij Mirjam, bij M's Nails in Almere, een leuke demo gefilmd. En dat was zo'n leuke vulling van de show. Was zo'n interessant item. Ja. Dat hebben we een vast item gemaakt. En gedurende de show krijgen we meer van dat soort kleine weetjes en trivia die we met elkaar zeker gaan bespreken. Kortom, we hebben heel veel te doen. Ja. Wij gaan beginnen. Aukje, wat was die eerste keer toch verschrikkelijk spannend, hè? Doodeng. Ja, wat dacht je toen we daar stonden? Ik dacht, gaan we dit nu echt doen? Ja. Zeg maar. Ja, dat leek een heel goed idee. Ja. We waren ook helemaal opgewonden terwijl we er naartoe aan het werken waren. Absoluut. Maar die minuten gingen aftellen. Ja. En die laatste paar minuten voordat een show begint, is het hier doodse stilte. Ja. En we keken elkaar aan en we dachten, live. En wat ik mezelf nog heel goed kon herinneren, en dat is eigenlijk met name het eerste seizoen geweest, Pepijn die nam altijd zijn momentje. Ja. Altijd heel even als we aan het aftellen waren. En dan stond hij naast me aan de desk die hier nu achter staat. Ja. Maar doordat jij dat deed, werd ik nog zenuwachtig en moest ik plassen. Ja, dat is wel echt waar. Ik heb van jou geleerd ook, hè. Ja. Als je zenuwachtig bent, neem een adempauze, ja. Of tenminste adem even diep in. En ontspan. En adem uit. Maar het is best wel nerveus als je daarnaast staat. Iedere show is natuurlijk met liefde voor jullie gemaakt. Absoluut. Met liefde voor ons vak. Er is ontzettend veel gebeurd. Te veel om in één show vanavond te laten zien. Ja. Maar Cheyenne, natuurlijk, achter de schermen, degene die altijd ervoor zorgt dat onze video's er zijn en dat die zijn gemaakt en dat die klaarstaan, heeft een compilatiefilmpje gemaakt met de hoogtepunten van 4 seizoenen Nail Talk Live. Hallo allemaal, het is zover. Nail Talk Live is live. De talkshow over nagels. Hetgeen waar wij allemaal gek op zijn en van houden. Natuurlijk doe ik dit niet alleen. Ik ben hier vandaag met mijn steun en toeverlaat al sinds 14 jaar Aukje Veldman. Ja, nou welkom iedereen. We gaan vanavond heel veel leuke dingen doen. En ik denk dat Pepijn het net zo spannend vindt als ik. Want zeker. Ja, nogmaals, het is dus allemaal live. Vanavond hebben we heel veel leuke nail art tips. Je kunt opmerkingen plaatsen. Je kunt natuurlijk ook vragen stellen. Want dit is niet alleen een talkshow die wij heel leuk vinden om te geven. Maar dit is echt een talkshow voor jullie om vragen te stellen. En om meer kennis te krijgen ook over het vak. Er is toch niets leukers dan te praten over ons vak. Het prachtige vak nagelstyling. Thank you.
Een jubileum. Een jubileum. De 50ste aflevering. Ja. Ah, de tijd gaat erg snel, maar dat zeggen we iedere week. Maar het voelt deze week wel extra zo. Jazeker. En vooral als het, omdat we tegen die 50ste uitzending aanlopen. Dan denk ik echt van wauw, het is echt heel snel gegaan. Nou, echt Cheyenne, chapeau voor dit filmpje. Zo. Echt superleuk om dit terug te zien. Ja. Ja, echt zeker weten. Debbie, jij was natuurlijk in de eerste seizoen was jij te gast bij Pepijn. Ja. En in het tweede seizoen ben je er eigenlijk bijgekomen als co-host samen met Hanneke. Ja, ja. Hoe vond jij dat? Ja, enorm spannend. Ik denk hetzelfde idee. Nou, het was natuurlijk ook, ik was natuurlijk de gast geweest nog in het kleine studiootje. Ja. En dan, je vroeg mij toen van, goh, wil je dan co-host worden? Ja, het lijkt me hartstikke leuk. En dan kom je in het studio binnen en denk je, wow, dit is echt even voor de echie. Ja, dus dat vond ik echt wel, het was echt heel, heel spannend. Maar het was ook echt fantastisch. Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb en dat ik ja gezegd heb. Want het is iedere keer weer zo'n beleving opnieuw. En ik kijk uit naar alle andere, nog 50 erbij. Ja, dat is wel het uitgangspunt. Ja, ik heb echt onwijs veel leuke reacties nu al binnen. Fabienne Stoevelaar, gelukkig kun je ook als je ziek bent gewoon meekijken. Nou, Fabienne, van harte beterschap natuurlijk. Pamela Christ, gefeliciteerd met de 50ste aflevering. Iris, gezellig allemaal, gefeliciteerd. Mireille, ook succes met de 50ste uitzending. Heel veel andere felicitaties. Maar ook hele leuke reacties op het filmpje wat Cheyenne heeft gemaakt. Zo leuk om te zien hoe de tijd toch veel veranderd heeft. Ik heb nog geen aflevering gemist, zegt Fabienne. En ik heb er al zoveel aan gehad. Ik hoop op nog veel meer afleveringen, want dat is wat dit vak nog zoveel meer leuk maakt dan dat het al is. Met allerlei leuke hartjes erbij en alleen maar leuke berichten. Dus echt super tof, dames. Hartstikke leuk. Dank jullie wel daarvoor. Het geeft ons ook echt gewoon weer een boost om gewoon nog veel verder te gaan eigenlijk. Ja, zulke lieve woorden. Ja. Dat is echt heel fijn om te horen. Absoluut. Het is iedere keer weer een onderneming om te bedenken, wat gaan we vertellen? En soms denken we wel eens, hebben we misschien alles al verteld, maar er is zoveel wat we over dit vak met elkaar kunnen delen. Ja. Dat is, en het is ook wel ontroerend om al die herinneringen zien langs te komen. Ja. Zojuist. Ja. Want, ik wilde bijna vragen of dat we tissues nodig hadden. Ja. Ik dacht dat ik de enige was die emotie voelde, maar blij van niet. Ja. In ieder geval, maar het gaat niet alleen over onze emoties. Nee, het gaat natuurlijk ook over wat we al in de show hebben gedaan. Ja, absoluut. En vanmiddag realiseerden we ons dat onze eerste gast was ook onze eerste gast. Klopt, ja. 12 afleveringen verder. Ja. En dat was Ingeborg, mijn zoon dus. Ja. En dat was ook wel spannend. Ingeborg is natuurlijk een stapel van Magnetic. Hè? Als we ergens op terug moeten vallen, dan is dat Ingeborg. En dat was zo fijn dat zij de eerste keer erbij wilde zijn om ons een beetje emotioneel te ondersteunen. Ja. Want het was echt heel spannend. Ingeborg is dan ook echt de rust zelf. Ja. Dus die gaat je dan ook helemaal, het komt allemaal goed. Jullie hebben het allemaal voor elkaar. Ik weet zeker, we gaan knallen met z'n allen. En die brengt ons gewoon, is toch een beetje onze moeder dan? Ja, een klein beetje wel. Ja. Een klein beetje wel. Ja. In dat interview vroeg ik natuurlijk als eerste, waar komt de naam en Sony dus vandaan? Nou, dat bleek uit Friesland te komen. Ik dacht iets heel oriëntaals, maar dat was een Friese naam. Ja. En vervolgens vroeg ik aan haar hoe ze nou in aanraking was gekomen met mee en met wedstrijden. En ze ging trainen bij mee. En ja, hoe dat nou precies in elkaar zat, dat gaat ze ons even laten zien. Vertellen. Toen jij begon met nagels, dacht je toen echt van, ik ga echt hiervoor, dit wordt mijn carrière, ik ga hier helemaal voor, ik wil een salon beginnen? Of was het meer, ik wil het gaan combineren, ik vind het leuk om te doen, ik wil het bij vriendinnen gaan doen? Nou, ik deed wel eens een bruidje, iemand die dan ging trouwen, die zei van, oh, jij doet van die plaknagels van de kruidvat, zou je dat bij mij willen doen? Maar ja, toen ik eenmaal wist hoe het moest, toen dacht ik van, nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dus ik ben begonnen aan de keukentafel, echt een hoekje van de keukentafel. Nou, zo ben ik begonnen. Ja. En dan de box achter me. Ja. En de kinderen zaten in de box. En dan was ik nageltjes aan het maken. En op een gegeven moment had ik zoiets, ja, ik wil toch eigenlijk wel mijn eigen kamertje. Want al die vrouwen die gingen de nagels laten drogen.
bij mijn man op de bank. Erg gezellig natuurlijk. Ja. Was niet altijd gezellig voor mij. Nee. Maar ja, daar was ik eigenlijk wel mee klaar. Dus ik heb een kamertje ingericht. Nou ja, van het een kwam het ander. En ja, toen ben ik verder gaan zoeken. Eigenlijk om wat meer kennis op te doen. En toen heb ik meer... Want kennis, dat vond ik altijd wel heel belangrijk. Omdat ik gewoon steeds meer wilde weten. Nou, toen kwam ik op een gegeven moment mee tegen. En toen... Ja, je bent bij mee wedstrijdtrainingen gaan doen. Ja, klopt. Je wilde jezelf dus naar een hoger niveau tillen. Ja. Je wilde gaan meedoen aan wedstrijden. Ja. Dus eigenlijk al een beetje bezig zijn met echt die perfectie en die diepgaande kennis, zoals je al zegt. Ja. Ja, toen ben ik daar naartoe gegaan. En samen met mijn moeder kwam ik bij haar. En ze had zoiets zo van, ja, ze weet eigenlijk niet wat ze wil. Wil ze nou gel? Wil ze nou acryl? Wat wil ze nou eigenlijk... Om te gebruiken tijdens die wedstrijd. Tijdens dat die wedstrijd. Dat was nog een raadsel. Ja, ik ben natuurlijk een twijfelkont van hart en nieren. Dus wat gaat ze nou doen? Ja, ik kan best wel eens twijfelen over dingen, hè? Ja. En in dit geval twijfelde, gaat ze met gel, gaat ze met acryl werken, vlak voor de wedstrijd. Nou, als iemand iets over wedstrijden weet, ben jij dat natuurlijk. Ja. Heb jij wel eens net voor een wedstrijd gedacht bij jezelf, zal ik nou eens met gel of zal ik met acryl gaan werken? Nee, nooit. Sorry Ingeborg. Nee, nooit. Nee, ik ga zo goed voorbereid de wedstrijd in. Ik weet precies wat en hoe ik het wil gaan doen. En vaak heb ik het ook heel lang al voor getraind. Dus nee, ik heb die twijfel niet gehad. Maar ik denk ook wel dat het toen een andere tijd was als dat het nu is met wedstrijden. Ja. Dus dat het dan ook, ja, dat je makkelijker switchte of zo. Of misschien twijfelde. Of dat je er wat meer onbezonnen in ging. Nu zijn die regels allemaal zo. Ja, de regels zijn natuurlijk heel erg strikt. Ja, dus je bent gewoon heel goed voorbereid al. Ja. Nou, wat wel zo was, is door die training met mee, is Ingeborg natuurlijk toen wel op het podium terechtgekomen. Ja. En is ze echt internationaal dat gaan doen. Mm-hmm. Maar dat was wel, wat zal het zijn, 25, 27 jaar geleden. En dat was natuurlijk een hele natuurlijke nagel. En ik heb er wel eens met mee en ook al met Ingeborg over gepraat, hoe groot dat contrast is tussen die hele natuurlijke nagel van toen en die extreme wedstrijdnagel van nu. Nee, ik wou dus zeggen wat jij wilde gaan zeggen. Want jij hebt natuurlijk Ingeborg ook toen destijds in de uitzending gevraagd of dat ze wel eens ooit de perfecte set nagels heeft gezet. We gaan even kijken. Sowieso wel komisch om te zien hoe de industrie, de business, de nagelstyling, zich heeft geëvolueerd in de loop der tijd. Zeker. En jij hebt natuurlijk aan het voorfront gestaan. Jij zit al 29 jaar in het vak. Ik zit nu denk ik 17, 18 jaar in het vak. In al die 29 jaar, heb jij nou ooit een nagel gezet waarvan jij vond, die is perfect? Nooit. Nooit? Nee. Kwam je dichtbij perfect? 90%. Maar dan zat er maar eentje tussen van de 10. Dat ik dacht dat yes! Heel, ja. Waarom nou niet alle 10? Mm-hmm. Want alle 10 krijg je toch nooit voor elkaar. Echt perfect, hè? En ik ben een perfectionist. Exact identiek. En ik ben een perfectionist, dat weet hè? Ik, ja. Dus ze moeten dan ook alle 10, wil ik ze dan ook echt perfect hebben. Krijg ik gewoon niet voor elkaar. Ja, Debbie, jij deed natuurlijk en deed en doet natuurlijk nog steeds op het hoogste niveau mee aan wedstrijden. Heb jij wel eens ooit, ben jij wel eens ooit helemaal volledig tevreden geweest? Nooit. Dat deel ik met je, Ingeborg. Nee, nee, echt nooit. Nee, het is, je probeert het te evenaren. Ik heb wel een keer een training gehad dat ik dacht van als ik zo op een wedstrijd kan maken, dan ben ik blij. Maar op een wedstrijd, joh, echt de zenuwen en van alles. Nee, dus... Het is wel niet gelukt. We gaan gewoon door. Tot misschien lukt het ook nog eens. Er zijn natuurlijk ook heel veel factoren die meespelen op zo'n moment. Ja. Hè? Ja. Je persoonlijke gesteldheid, de omgevingstemperatuur. Alles. Maar er komen het allemaal nog over. Je model. Je model. Je was model gehad, was super zenuwachtig. En glippen alle schablonen van de vingers af. Als ze zo zweethandjes had. Oh. Ja, weet je, dat zijn dingen, daar kun je gewoon niks tegen doen. Dat gebeurt. Dus ja, dan is het ook moeilijk om die perfecte nagel te maken. Ja. Ja. En je zegt altijd, perfectie is een mening. Ja, perfectie is een mening inderdaad. Het is, natuurlijk heb je bepaalde criteria waar je aan moet voldoen op het moment dat je zo'n nagel maakt.
Maar ja, wat vind jij perfect? Wat voor mij perfect is, hoeft voor een ander niet perfect te zijn. Want die vindt een witte lange, die vindt het te kort en die vindt de curve te veel. En dus ik vind in dit opzicht dat perfectie wel in zekere zin een mening is. En dat geldt voor heel veel vlakken. Ja. Ja. Ja, absoluut waar. In het eerste seizoen zijn we natuurlijk ook begonnen met May's Moments. Ja. En May's Moments was eigenlijk een item in de show waarin May haar levensverhaal vertelde aan jou. Ja. Waarin ze vertelde hoe ze het vak in is gerold. Waarin ze vertelde hoe Magnetic is geworden zoals Magnetic nu is. En ook hoe wij nu hier kunnen zitten daardoor. En jij hebt haar destijds geïnterviewd. Ja, aan de nageltafel. Want dat is natuurlijk de plek waar de meeste gesprekken plaatsvinden. En lange gesprekken plaatsvinden met elkaar. En in dat gesprek vroeg ik hoe is dat gegaan. En kondig ik natuurlijk eerst even dit gesprek met May aan. Want May staat liever achter de camera dan voor de camera. Kijken jullie mee? In mijn ervaring vinden vaak de beste nagelgesprekken plaats aan de nageltafel. Ja. Ik kan me klanten herinneren waar ik echt gesprekken heb gehad die me ontzettend dierbaar zijn. En die me ook altijd zullen bijblijven. Ja. En ik denk dat het voor ons allemaal zo geldt dat wij vaak aan de nageltafel indringende gesprekken hebben met onze klanten. Ik heb onlangs de nagels van May gedaan. May Liang, de eigenaresse van Magnetic Nail Design. En intussen een hele goede vriendin van mij en een vriendin van jou. En terwijl ik haar nagels aan het opvullen was, ben ik met haar gaan praten over hoe het nu allemaal is gegaan. Hoe het is begonnen. May is begonnen heel klein, aan een nageltafeltje. Heel simpel begonnen en is uitgegroeid tot de eigenaresse samen met haar echtgenoot Jaap van Magnetic Nail Design. Een Nederlands bedrijf wat intussen in 45 landen vertegenwoordigd is. En dat weet niet iedereen. Maar dat verhaal naar hoe dat is gegaan is echt een heel boeiend en leuk verhaal. En ik wil daarom ook graag met jullie delen hoe dat is gegaan. Dus vandaag deel 1 van May's Moment. Hoe is het begonnen? May, ja. Wanneer heb jij eigenlijk voor het eerst je nagels laten doen? Jeetje, dat is lang geleden. Dat was vlak voordat ik trouwde. Als speciale huwelijksnagels, ja, bruidsnagels? Ja, precies. Ja. Harsnagels waren dat nog. Harsnagels werd dat genoemd, ja. Was dat dan gel of acryl? Nee, dat was acryl natuurlijk. Het was acryl? Ja, dat was acryl. Nou, in sommige landen hebben ze nog steeds over harsnagels, hè? Oh, echt? Ja. Hey. Maar wat had je laten zetten? Nou, French manicure natuurlijk, hè. Heel lang. Jij en French manicure? Ja, echt. Het is niet te geloven, maar het is waar. En ook heel lang, zeg je? Heel lang, Jee. En het was mooi bij je outfit? Ja, het, als je het van ver af bekeek, zag het er wel goed uit, ja. Maar dichtbij was het iets minder. Mm-hmm. Want het was ook een dame die had het net geleerd, weet je wel. Dus, maar ja, dat weet je natuurlijk niet. En de nagels waren, ja, van afstand zag het er wel leuk uit. Mm-hmm. Maar ja, van dichtbij was het wat minder. En dan zaten we in het vliegtuig naar Engeland. En daar ging de reis naartoe, na het huwelijk. Mm-hmm. En toen heb ik ze er een beetje professioneel afgesloopt, zeg maar. Ja. Nou, hoeveel dagen was dat? Dat was dezelfde dag. Dat waren hele succesvolle nagels. Ja, ja. Het zat nog muurvast ook natuurlijk, want ze waren net de dag daarvoor opgezet. En dus dat was wel even een klus, maar het is me gelukt. Ik had helaas geen nagels meer over daarna, maar oké. Maar dat was de inspiratie om zelf nagels te gaan ja, maken? Ja, joh, want ik dacht, goh, het is wel leuk, hè, maar ik vond het er niet uitzien. Ik denk, dat moet ik ook kunnen, maar dan beter. Mm-hmm. Want ik vond dat wel heel leuk. Ja, ben jij nou benieuwd hoe dat dit afloopt? Heb je misschien wellicht het eerste seizoen gemist? Dat kun je allemaal terugkijken op ons YouTube-kanaal. Daar kun je alle May's Moments en alle afleveringen van het eerste seizoen en natuurlijk ook het tweede en derde seizoen terugvinden. En May zat in het... Nou, we gaan er in ieder geval voor zorgen dat je het gewoon lekker terug kunt kijken. Ook via de Facebookpagina kun je het gewoon terugvinden, want daar worden ook alle afleveringen op bewaard. Dus ga het gewoon eventjes terugzien, want het is echt een onwijs leuk verhaal. Debbie, jij was natuurlijk ook in het eerste seizoen te gast op 13 december 2017. Ja, dat was een bijzonder moment. Ik had ook totaal geen idee wat ik moest verwachten. Ik werd via gevraagd van, goh, zou je een gast willen zijn? Ja, tuurlijk wil ik wel. Ja, en ik kende Pepijn wel. Ja, ik kende jou ook van jouw column in de Profnail. Ja. En natuurlijk van dat je op die podium had gestaan. Maar we hadden nooit echt een heel diepgaand gesprek gevoerd. Nee, dus dat was ook wel spannend. Want ja, je gaat een gesprek voeren met iemand die je eigenlijk niet zo goed kent. Hè, van, hoe gaat het nou? En
ja, dat ging eigenlijk zo vlotjes. En ja. Ja, het was echt heel prettig. En ik heb het echt ontzettend naar mijn zin gehad, die uitzending. Ja, het was heel leuk. Het was echt heel leuk. Het voelde ook heel erg alsof we dezelfde taal spraken. Ja. Ondanks dat jij natuurlijk heel veel ervaring hebt met wedstrijden. En daar echt jouw métier van hebt gemaakt, internationaal. Ja. En ik intussen natuurlijk daar niet meer zo mee bezig was. Ik was daar wel heel benieuwd naar. Ja. Hoe was dat nou gegaan? Hoe was dat nou voor Debbie hier in het begin, die wedstrijden doen? Ik denk dat veel mensen daar benieuwd naar zijn, dus kijk even mee wat ze daarop antwoorden. Naast al dit werk wat je natuurlijk doet voor C&D, ja, wat een enorme dimensie in je leven heeft gegeven, denk ik. Ja, absoluut. Heb je ook veel aan wedstrijden meegedaan? Ja. Eigenlijk vanaf 2011. Ja, klopt. En vanaf 2011 ben je een topfinisher, ja, zoals dat heet. Ja. Dus altijd in de top 3. Ja, ik heb één keer één dieptepuntje gemaakt, maar dat was een goede om juist door te gaan. Om nog hoger te presteren. Om even weer aan te scherpen. Ja, precies. Ja. Hoe was dat? Hoe ging dat die eerste keer? Nou, de eerste keer ben ik eigenlijk gestimuleerd door José Leonhoek. Zij is toch wel voor mij wel degene geweest die me uiteindelijk echt die fijne kneepjes heeft bijgebracht. Ook degene geweest die de bootcamp afgenomen heeft, waardoor ik educator ben geworden. Oh, zij was jouw bootcamp? Ja. Okay, leuk. En met haar ben ik ook gaan samenwerken bij Cine. Zij zei al langer van, goh, waarom probeer je het niet nog? Hè? Probeer het niet. Nee, ik ben echt een zenuwbeest van origine. Iedereen zegt altijd, oh, je bent zo rustig, maar van binnen helemaal stress. En toen dacht ik, nou weet je wat heb ik te verliezen? Ik ga gewoon meedoen. Dus ben ik mee gaan doen, de eerste wedstrijd bij Allround Nails Center. En toen viel ik ook nog eens een keer in de moeilijkste categorie. En toen was echt Debbie Brock en Simone Groeneboom. En dat waren allemaal namen die dan regelmatig wonnen. En ik dacht, nou ja, die doen mee, kan het sowieso vergeten. Maar weet je wat? Gewoon voor de fun, leuk. Ja, ja, om ervaring op te doen. En toen werd ik ineens derde. Dus toen dacht ik echt, oh. En nu? Maar dat was ook nog traditioneel. Ik werkte echt nog met traditionele smijlijn. En ze waren nog niet zo lang. Even ter verduidelijking. Wat bedoelen we met traditioneel? Want niet iedereen doet er langer nagels natuurlijk. Nee, ja, we hebben het reverse techniek en traditioneel manier. Traditioneel is eigenlijk dat je eerst de witte tip van de French manicure zet. En dan daarna het nagelbed eigenlijk opbouwt. En, het is ook transparant. Hè? Het ja, transparant. Niet nee, niet verlengd. Ja, soms, het was net wel die overgang dat je wel een koffer mocht gebruiken. Maar dat was dan nog niet verplicht, zeg maar. En, ja, en toen kwam de overgang dat die nagels echt super lang moesten worden. Ja. En dan krijg je ook reverse techniek. Dus eerst nagelbed opbouwen en dan het witte tegenaan. Dus andersom. Ja, maar ja, toen werkte het dus echt nog traditioneel. Ja. En ja, dat was net eigenlijk voordat het allemaal begon te veranderen. Dus dan dacht ik het jaar erop, weet je wel. Want het MK vond toen nog een beetje spannend. Ik denk, dat durf ik nog niet aan. Maar laten we volgend jaar weer meedoen en dan kijken we wel wat er gebeurt. En toen werd ik weer derde. Ja, dat is wel echt heel bijzonder natuurlijk. Ja, was je heel erg zenuwachtig? Ja, dat is wel een dingetje hoor, die zenuwen. Ja, dat is wel een dingetje. Ja, ik was wel echt zenuwachtig. En dan ben ik eigenlijk over iedere wedstrijd. Het is door de jaren heen, door de ervaring, wel wat minder geworden. Maar ik deed echt van alles. Van paracetamol tot bananen, tot veel koolhydraten bananen? Eten. Bananen, ja. Dat is ja, inderdaad... Dat was weer een tip. Paracetamol met bananen, dat was dan de ultieme tip om je zenuwen te onderdrukken. Ik heb het gewoon een combinatie? Ik heb het gewoon geprobeerd. Oké. Okay. Ja, we zien het wel hoor. En ik dacht, en van alles. En bachspreetjes en alcohol. En alcohol? Zeg maar, dan gooi er even een borreltje in voordat we beginnen. Echt zo'n beetje van alles. Maar ja, uiteindelijk, dus de olie ben ik, etherische olie. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik me echt kalm voelde op de wedstrijdvloer. Dat ik dacht van, nou ja, kijk, zenuwen heb je wel. Moet je ook een beetje hebben, denk ik, om de spanning erin te houden. Ja, gezonde spanning is wel goed. Ja, ja, maar dat was het eerste moment. En natuurlijk een beetje de ervaring ook wel. Veel doen, ja, dat het een beetje begint te zakken. Ja, ja. Maar ik ben steeds zenuwachtig. Die etherische olie heb je toen ook weggegeven? Ja, die heb ik toen weggegeven, ja. En ik heb die ook meteen bij je besteld. Want ik dacht, nou, dat hebben we nodig, hè. Iets kalmerends voor iedere show. Ja. Maar goed, intussen hebben we hier ook geen glazen wijn meer staan en ook geen kalmerende olie. Nee. En doen we het gewoon puur omdat we het zo leuk vinden om te doen voor jullie. Zeker. Jouw talent, dat zien we de laatste seizoenen natuurlijk dominanter naar voren komen. Ja. Want ja, we zitten tegenwoordig samen aan de demotafel. Ja. En dat geeft echt een diepgang aan aan de shows die we doen. Ja, ja, absoluut. Omdat we die technieken bespreken. En dat zijn die technieken natuurlijk waar het uiteindelijk in de salon op neerkomt. Ja, nou eigenlijk wilden we, we merkten vaak dat we of na een uitzending of voor een uitzending, waren we met z'n tweeën zo diep in gesprek over de bepaalde techniek. En dat heeft ook wel getriggerd dat we dachten van, goh, misschien moeten we eens een seizoen doen zoals we nu doen. Met z'n tweeën gaan zitten en dan gewoon iedereen meenemen
in wat we eigenlijk met elkaar aan het bespreken zijn en wat we laten zien. En ik vond het heel spannend. Ik dacht, oh jee, en nu? Maar ik ook. Op het moment dat we met elkaar in gesprek raken, voelt het toch gewoon echt heel vertrouwd. Dan gaat het heel natuurlijk. En ik vind het heel fijn om op deze manier informatie te kunnen delen. Ja. Een andere gast of een ander gezicht, zo moet ik het zeggen, wat natuurlijk heel veel te zien is in Neil Talk Live, is natuurlijk Jessica. En Pepijn die vroeg haar over hoe dat ze nu eigenlijk, hoe haar achtergrond eigenlijk is, hoe dat ze uit vak in is gerold, hoe is ze erbij gekomen. Laten we eens kijken. Heb jij ooit op een moment gedacht, voordat je nagelsliste werd, laat ik eens iets in die kunstrichting doen? Omdat je zo bezig was met tekenen, misschien wel tatoeëren, schilderen of kunstonderwijs bijvoorbeeld? Ja, dat wou ik heel graag. Maar mijn moeder raadde me dat af. Er was geen geld in te verdienen, zei ze. Daar zit misschien wel wat in. Ja, misschien wel. Dus ja, dan moet je gaan nagaan wat je dan wel leuk vindt. Ja. Toen heb ik gekozen voor het kappersvak, want ik vind haar en make-up toch wel interessant. Ja, dat is te zien natuurlijk. Ja. Jouw haar is jouw trademark, denk ik. Ja, sick. Was ook niet te doen. Nee, dat moest ik niet gaan doen. Er was ook veel te veel van, nou, wat vind ik dan leuk? Met mensen omgaan. Psychologie vind ik wel heel interessant. Daar ben ik ook een opleiding in gaan doen. Ja. Maar uiteindelijk was dat ook niet echt wat ik wou. En, maar nu, als je jaren later verder kijkt, is alles wel op zijn plek gekomen. Want ik ben nu creatief. Ik ga met mensen om. Ik verzorg mensen. Dus het komt allemaal wel in één. Het klopt. Ja, en zoals Mee vorige week in Mee's Moment zei. Ik bedoel, als nagelsist kun je inderdaad therapeuten op je deur plakken. Nou. Want je hoort natuurlijk al die verhalen. En je bent natuurlijk inderdaad heel erg met mensen bezig. Voor die klanten is het ook een heel bijzonder moment natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dus het is maar goed dat uiteindelijk Jessica haar passie heeft gevonden in ons vak. Ja, absoluut. En intussen natuurlijk een vast onderdeel is van Neil Talk Live. Ja. Ja. En de hele wereld aan het afreizen is. Ja. Ze komt net terug uit Roemenië. Ja. Om haar prachtige nail art technieken te laten zien. En ze inspireert in ieder geval mij nog steeds iedere keer als ik zie wat zijn. Ja, ja, zeker. De meest uitzinnige combinaties maakt ze. Ja. Haar liefde is met name schilderen met de hand. Ja. Dus ik vroeg Jessica naar haar favoriete product. Wat is je favoriete product? Wat is je favoriete ding om te gebruiken? Ja, de Master Paints, dat blijft. Dat de is Master wel op, Paints? Ja, nummer 1. En natuurlijk de Master Detailer. Ja. Dat is mijn alle favorietste. In combinatie met de Detailer One. Ja. Ja, tatoeage van op mijn onderarm, ja, dat zijn de alle de top. Ja. Ja, dat hebben we toch veel penselen versleten, hè? Nou. Hoe lang ben jij met een nail art penseel? Voordat je denkt, hij is niet meer helemaal lekker. Maar dan doet hij het eigenlijk nog wel. Dus dan heb ik wel een nieuwe, maar die oude, weer een kindje, kun je niet weggooien. Nee. Dus die ligt. Dus ik heb er ook 3 liggen die eigenlijk op zijn, maar die pak ik toch nog wel heel graag. Ja, ze worden steeds scherper, hè? Ja. En op een gegeven moment hebben ze nog maar een enkel haartje. Ja. En dan ga je van nieuw veden naar iets ouder voor de bredere lijnen. En zo bouw je dat vanzelf op. Precies. Dus je moet eigenlijk nooit je penselen weggooien, want dat is natuurlijk zonde. Ja. En ze zijn nog zo goed. Een goed penseel is natuurlijk een heel belangrijk instrument. Ja, en het is eigenlijk ook wel heel bijzonder dat iedereen zijn eigen favoriete penseel heeft. En hoe belangrijk dat eigenlijk ook is om een tool in je handen te hebben waarbij je echt het gevoel hebt van dit hoort en dit past bij mij, zoals Jessica dat heeft. Ja, maar ja, nog een kunstenares hier aan tafel, hè Aukje. Wat is jouw favoriete penseel? Want ik hoor jou wel eens discussiëren met Jessica. Het is inderdaad zo. Kijk, er zijn heel veel mensen die altijd, en dat zie je ook heel vaak in de Facebook fora voorbij komen en zo, en die vragen dan naar het penseel om mee te schilderen. En dat is voor ieder persoonlijk. Voor mij is dat echt de Detailer 1, met stip op nummer 1. Ik kan echt geen lijn zetten met de Master Detailer. Het lukt wel, maar het is niet wat ik wil, zeg maar. Dus absoluut nummer 1 is voor mij de Detailer 1. En de Detailer nummer 3 om mee te veden natuurlijk. Maar voor jou was het bijvoorbeeld ook de Master Detailer. Dat weet ik nog heel goed. Maar ik ken ook echt stylisten die echt prachtige designs maken met een striperbrush. Ja. En dat ik echt mezelf afvraag, hoe dan? Ja, het meest grappige was nog dat we in Sint-Petersburg waren. Ja. En daar waren we op een nail art training. En toen waren we op zoek naar het beste penseel. Want we waren ervan overtuigd dat degene die ons les gaf gewoon een ander penseel had. Ja. Dus ik denk dat we toen wel 20 penselen hebben gekocht. Ja, zoiets. En die allemaal de midden braken van doffe ellende. Ja. Zo.
Omdat uiteindelijk is het de techniek ja. en dan het juiste instrument vinden. Ja. En het juiste product. En het juiste product. Want op het moment dat je met een verf gaat werken, zeker wanneer je met de hand schildert en je gaat met een verf werken en die is te dik of te dun of te waterig of noem het maar, je kunt er niet de correcte viscositeit in vinden, dan gaat het gewoon niet werken. Want met een dikke verf kun je nooit een dunne lijn zetten. Dat gaat gewoon niet. Dus het is echt de techniek die je moet beheersen. Het juiste product moet je gebruiken. En echt probeer gewoon verschillende penselen. We hebben er honderden versleten in de afgelopen jaren. En dan kom je eigenlijk tot de ontdekking. En ook ik heb een penseel getatoeëerd staan. Dus ook ik, bij mij zit het vak... Natuurlijk. Ja, zeker. En naast het Nail Art penseel is natuurlijk Prestige 10 penseel voor de applicatie. Want dat vind ik gewoon een heerlijk penseel. Of nu hele lange nagels zijn of gewoon lekker kort met een gel polish. Maar ook Sabrina Borst. Zij is ook te gast geweest bij ons in de uitzending. En zij heeft ook een prachtige tatoeage met penseel, nagellakflesjes, gel polish flesjes op haar arm. Getatoeëerd staan. Dus echt heel cool. Heel cool om te zien. Ja, absoluut. En Jessica die geeft overigens natuurlijk binnenkort weer een hele leuke workshop. De Easy Summer. En die wordt gegeven op zaterdag 15 juni. Waarin ze gaat werken met de nieuwe stempelplaten die uit gaan komen tijdens het open huis. En er staan prachtige insecten, vlinders vlindervleugels. Op. Ja, vlindervleugels. Jouw favoriet. Ja, mijn favoriet. Oh. Maar ook, we hebben ook echt een superleuke plaat met seashells en quotes. Met allerlei zomerse dingen erop. Dus ze kan je echt onwijs toffe dingen weer leren tijdens die workshop. Dus vind je het nou leuk? info@neiltalklive.com of cursus@magneticneildesign.com. Ja, zeker. Echt superleuk. En we hebben natuurlijk een demo. Dus laten we even naar Jessica gaan kijken. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Hey, vandaag ga ik een design laten zien met een van de nieuwe stempelplaten. Hebben jullie ze al? Ze zijn echt geweldig. Unicorns and the Birds hebben we natuurlijk. De Unicorns is een beetje van de les die ik vorig jaar heb gegeven. De Poppy Unicorns, handgeschilderd. Maar laten we dat dan makkelijker doen door een stempelplaat. En die hebben we nu. Dus we kunnen nu heel makkelijk eenhoorntje schilderen. Maar daar staan ook hele, hele mooie open grote bloemen op. En die zijn geweldig al gewoon om te stempelen. Maar die zijn ook super gaaf om in te kleuren. En dat ga ik jullie vandaag laten zien. De producten die ik gebruik zijn... In de onderlaag heb ik verstopt folie. Dus de Mysterious Holographic Foil. Bezemtop gebruik ik straks om af te lakken. De onderlaag heb ik gedaan met de Nail Plate Extender Gel Polish. Master Paints, goud, zwart, Deep Bordeaux, my favorite. En dit is de Emerald. Ik ga stempelen met mijn Clear Stamp. Dus, ik heb een Clear Colourpopje gepakt. Laat ik jullie nu eerst zien hoe ik die folie erin leg. We lakken hem twee keer. En in de plaklaag van de folie, plak je die folie. In de plaklaag van de gel polish plak ik de folie. Dat gaat iets makkelijker, denk ik. 30 seconden in de lamp. Hij zit nu nog in de lamp. Ik heb ondertussen een klein stukje folie afgeknipt. En het is bij deze altijd wel heel erg spannend welke de goede kant is. Of dit nou de voorkant of de achterkant moet zijn. Maar als het goed is, heb ik hem zo goed om. Het is erg spannend. En dan plak je hem eigenlijk in de plaklaag van de gel polish. Nou, dat verdeel je eigenlijk. Oh ja, daar zie je het wel. Dat is wel een heel cool effect, hè? Nou, en als je tevreden bent, dan lak je deze dus af met je Extreme Matte Top. Kijk toch eens wat een mooie plaat. Cool, hè? We gaan dit element vandaag inschilderen. Dat is echt super tof. Ik ga mijn plaat dus vullen met de rode polish. Flinke druppel. 1, 2, 3. Et voilà.
En nu is die klaar om te gaan schilderen. Ik ga nu eerst de bloemblaadjes inschilderen. En dat ga ik doen met mijn favoriete kleur, de Deep Bordeaux. En daarbij past die Deep Bordeaux ook heel mooi bij de outlines van die Salvo Red die we nu hebben gebruikt om te stempelen. Wat ik dan altijd doe, als ik mijn bloemblaadje wil inschilderen, leg ik natte druppeltjes. Zie jij glanst? Ik rol hem af. Ik ga terug, maak contact met het druppeltje, leg het buikje van mijn penseel neer en die breng ik naar het einde van mijn bloem. Maar zorg er wel voor dat de meeste pigment van mijn Deep Bordeaux echt in het midden van die bloem ligt, want daar ligt de meeste schaduw. Nou, ik rol hem af, ga terug, leg mijn penseel plat en het buikje doet de rest. Niet mijn buikje, maar van het penseel. Zorg ervoor dat je niet te nat werkt in je onderlaag, want dan heb je weer kans dat het gaat chippen en dat wil je niet. Ik raad ook altijd aan, als je echt een full cover beschildering doet met masterpaints, dat je hem wel altijd aflakt met twee dunne laagjes, bezentop, topgel naar keus. Als ik nu dat mixkleurtje, dus die schaduwkleur, nog een keer daarin leg, nat druppeltje, terug. Maar nu focus ik me echt op de binnenkant van die bloem. Dus ik gebruik het puntje om die verf een beetje uit te mixen. Nou, zo ziet dan het eerste bloemetje uit. Als je nou echt in dat bloemetje kijkt, daar zitten ook, en dat kun je op de plaat natuurlijk ook heel goed zien, van die kleine stampetjes. Die wil ik wel zwart hebben. Dus die ga ik nou met mijn master detailer eigenlijk overtrekken. Maar nou is natuurlijk het hart van mijn bloempje wel heel erg donker. Dus dat ga ik weer oplichten door daar strakjes met goud nog weer extra stipjes op te zetten. Dit heb ik natuurlijk al voorbereid. Ook hier werk ik weer met die natte druppeltjes zoals ik mijn bloempje heb ingeschilderd. En ik leg daar waar ik de meeste kleur wil hebben, daar leg ik het natte druppeltje. Dus je ziet het druppeltje ook glanzen. Je rolt je penseel af en doet eigenlijk hetzelfde als wat je deed met de schaduw in de bloempjes. Dus je volgt de bloempjes en zorgt dat het buikje van je penseel het werk doet. En dat is je design. Nou, en als je dan aflakt, naar keus, met een topgel naar keus, dan is dit het eindresultaat. Ik heb hier gekozen voor de Flex & Shine topgel. Puur omdat hij geen plaklaag heeft. Als je heel goed kijkt, zie je de folie ook net nog even achter die schaduw voorbij komen. Nou, ik vond het weer gezellig. Ik hoop jullie ook. En tot de volgende. Dankjewel. Doei doeg. Wij vonden het ook weer supergezellig, Jess. Zeker ja. Weten. Dit weekend zijn Jessica, ik, Ingeborg en Roos in Hardenberg op de beurs. Kom jij ook gezellig even langs. We hebben eventueel nog wat kortingscodes. Geen kortingscodes. Je kunt gewoon een gratis kaartje daarmee bestellen. En dat is de beurs in Hardenberg. De beautybeurs. En nou, hartstikke leuk natuurlijk als je ook gezellig even langskomt. Want we gaan daar ook nog de twee kleuren, nieuwe kleuren van de Naughty on My Nails collectie lanceren. Ja. Twee van de vijf. Dus wil jij nou degene zijn die als eerste die twee kleuren in bezit heeft, kom dan naar Hardenberg, naar de beurs. Of ga even langs bij een van onze distributeurs natuurlijk, want ja. Die hebben ze vanaf dit weekend ook in huis. En jullie zijn er ook, want jullie gaan daar jureren, want er is daar een wedstrijd. Ja, wij gaan met z'n tweeën jureren, wij gaan met z'n tweeën carpoolen naar het eind van de wereld.
Hardenberg. Naar Hardenberg, inderdaad. Ja. Ja, voor de wedstrijd Nelid natuurlijk. Ja. En ja, ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd wat voor mooie creaties we allemaal gaan zien. Ja, het is voor mij lang geleden. Maar goed, ik heb er ook heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Ja. Het is toch heel inspirerend om te zien wat er allemaal mogelijk is met nagels. En hoeveel effort en energie mensen steken in hun kunstwerkjes. Dus dat gaan we gezellig en leuk zien. En tussendoor, als we tijd over hebben, gaan we natuurlijk bij jou op de stand. Gezellig. Ja, dus wil jij een meet and greet met het hele Nail Talk Live team? Dan moet je zeker even langskomen. Over die Naughty on My Nails, die kleurtjes straks, laten we nog even precies zien welke kleuren dat zijn. Ja. Dus dan moet je wel blijven kijken, want dat is deel van een prijsvraag. Toen hadden we die eerste studio waar jij bent geweest, hè, waar wij helemaal bibberend stonden. Ja. En ja. Eindelijk, na 11 afleveringen, zaten we erin. Gezellig, leuk, knus, klein, en petit comité, zoals Ingeborg dat dan altijd leuk zegt. Ja, eigenlijk een huiskamer. Een huiskamer tussen de schuifdeuren. Ja. En toen dacht Jaap, weet je wat? Het kan beter. En dat deed hij. Wij waren daar niet echt bij betrokken. Jij ook nog niet. Nee. Want voor jou was het ook een... Een verrassing. En op een gegeven moment moesten we van Jaap komen kijken en toen was deze studio gemaakt. En in die eerste aflevering heb ik daar een kleine tour van laten zien, maar... Oh, wat waren we zenuwachtig. Nou, ten eerste waren we al vreselijk zenuwachtig. Ja. En toen waren we aan het aftellen, Aukje en ik begonnen de show. Vanavond eerste Nail Talk Live en toen hoorden we door de luidsprekers hier op de vloer... Stoppen maar! We zijn niet live, we zijn niet live. Dus wij schrokken ons helemaal wezenloos. Ja. Want de luidsprekers stonden een beetje hard. Ja. Ik ben naar achter gelopen om te vragen wat is er nou precies aan de hand. En we pakken hem op vanaf het moment dat ik terug kom lopen en dat we klaar zijn voor de eerste aflevering van het tweede seizoen. Ja. We gaan opnieuw. Waar zit ik dan met mijn gasten? Nou, jullie hebben zojuist al een klein blikje kunnen opvangen, maar ik loop er naartoe langs de band. Gaan we? En dan komen we hier terecht in de Nail Talk Live studio. Zoals jullie zien is deze een stuk groter en ik zit niet meer in een klein zitje. Ik heb al een keer tegen Jaap en mee gezegd, het is alsof we van tussen de schuifdeuren thuis plotseling naar een echte volwaardige studio zijn gegaan met een hele mooie desk waarachter we kunnen zitten en kunnen praten. Daar in de hoek zie je Lindsay. Lindsay werkt bij ons op de art department en heeft de rol van cameravrouw. En zowel Lindsay als Raymond zorgen ervoor dat de gasten goed in beeld zijn, zodat jullie ook echt de reacties kunnen zien. Maar Nail Talk Live zou Nail Talk Live niet zijn zonder mijn trouwe rechterhand, al 15 jaar Aukje Veldman. En terwijl ik naar Aukje toe loop, zien jullie hier cameraman nummer 3. En cameraman nummer 3, Rick Vugts, is mijn man. En die staat achter de camera en zorgt ervoor dat de tafel altijd goed in beeld is. En dan kom ik natuurlijk bij mijn Aukje. Hi Auk. Ja, hoi. Nou, en we hebben natuurlijk nog een hele speciale cameraman. Of nou ja, eigenlijk cameravrouw. En dat is degene die ons nu in beeld heeft. En dat is onze cameravrouw Mei Liang. Mei, zwaai even. Daar zien jullie mee en achter mee zien jullie de regieruimte met het hele Nail Talk Live regieteam. Ja, wat leuk. Ja, het geluid was nog wel eens af en toe een beetje een dingetje. Ja, volgens mij was de studio 3 keer zo groot. Ja. Dus ja, dan gaat het een beetje galmen. Maar ja, is meteen natuurlijk ook weer opgelost. Ja. Maar ja, dat blijft altijd met draadloze verbindingen. Ja. Blijft internet en blijft inderdaad. Het blijft al, we hebben natuurlijk ook wel eens ooit een uitzending gehad waarbij het internet niet deed. Ja. Dat is afgelopen seizoen geweest namelijk. Ja, toen zaten wij in Bologna. Ja. En toen deed het het niet. Nee. En wij zaten aan de pasta te denken. Hij doet het niet. Maar goed. De wonderen zijn allemaal de wereld nog gekomen. Niet uit. Allemaal goed gekomen. Debbie, jij traint... Teamlady, je hebt een team, een wedstrijdteam onder je. Dat is een passie van je, denk ik. Zeker.
Ja, dat is een passie van me. Ondanks dat ik een tijdje geleden heb even gezegd van, nou, ik stop even met de wedstrijden. Had ik wel zoiets, ja, we hadden een hecht team en dat wilde ik graag blijven trainen. Ja. Dus ik probeer zoveel mogelijk mijn kennis aan hun over te dragen. Omdat ik ook voornamelijk zie hoe gepassioneerd zij allemaal zijn. En ja, dit zijn, ik noem dat een beetje tijgers op het wedstrijdvloer. Ja. Ja, die bijten zich erin vast en die gaan ervoor en ze nemen alles op. En ja, het is gewoon, ja, het is echt een passie. Het is gewoon fijn. Het voelt ook niet als werken als ik met een team ben. Als wij samen zijn, dan is het gewoon, gewoon echt een stel vakidioten die iets doen waar ze van houden. Ja. En een van die tijgers in jouw team is Anneliese Brabander. Ja. Zij is ook te gast geweest in de show en een lid van jouw team. Ja. En zij vertelde ook dat het heel erg belangrijk was om allerlei dingen dubbel mee te nemen naar een wedstrijd. Ja, dat is typisch Annelies. Ja, wat ik heel erg merk is, heel veel willen vaak wat dikkere penselen en een vollere buik. Maar tijdens de wedstrijden gaat alles zo snel, of het drogen, dan blijft daar het product in zitten. Ja, en dan ben je de klos. Ja. Want als die uit gaat harden, dan... Nou, ik heb geleerd, je moet ook altijd twee penselen meenemen. Ja. Alles dubbel. Je weet nooit wat er gebeurt. Hij moet nu natuurlijk even drogen. Dat duurt bij acryl natuurlijk niet zo lang. Want dan komt eigenlijk een heel belangrijke stap in het geheel, namelijk het vorm in vorm brengen van de nagel. We hebben het al een paar keer over gehad. Ja. Zeker ook toen jij de eerste keer kwam. Pinchen, modern versus new. Ja. Bij acryl doe je dat nou ongeveer een minuut of twee? Ja, het ligt echt aan de temperatuur. Ja. Het is echt, tijdens de wedstrijden is het vaak te koud. Ja. En dan moet je ook langer wachten. Dus het is echt zoeken naar wanneer mag je en wanneer kan je gaan. Want als je te snel bent, dan deukt die in elkaar. Mm-hmm. Ja, en als je te laat bent, is die te hard. Dus je moet echt een middenweg zien te vinden erin. Ja. Ja, en Anna Willems was daar natuurlijk ook bij. Ook een topper op het nagelgebied. Ja. Doet ook mee aan veel wedstrijden, waaronder ook Nielacht. Ja. En ook Annelies doet mee aan Nielacht wedstrijden. Ja, ja, absoluut. Want ook dit weekend is zij er in Hardenberg bij. Ja. 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 Ja, dit weekend en een beetje zo alle wedstrijden, daar gaat Annelies wel voor. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, Annelies is echt een vaste speelwedstrijdvloer. Als je iets vergeten bent, zoek je Annelies op. Dan weet je zeker dat zij iets bij je heeft waar ze me hier kan helpen. Ja, ze heeft het toch dubbel. Ze heeft het altijd dubbel. Ze heeft het toch allemaal dubbel. Ja, en dan wordt het, dan heb ik een aantal hele leuke reacties natuurlijk binnengekregen. Waaronder een dame die vraagt, ontwerpt Jessica de stempelplaten ook zelf? Dat doet ze samen met Lisanne. Ja. Dus samen met Lisanne gaan ze thema's bedenken. Dingen die ze heeft bedacht. Dingen die ze tegen is gekomen in de reizen. Inspiratie die ze daar heeft opgedaan. En dan gaat ze samen met Annelies aan de slag om de meest top stempelplaten. Met Lisanne. Wat zei ik dan? Annelies. Oh, met Annelies. Met Lisanne. Aan de slag om de meest toffe stempelplaten te maken. Dus ja, Jessica ontwerpt de stempelplaten zelf mede. Ja, is echt superleuk. Cool. We hebben heel veel leuke reacties ook weer binnengekregen. Simone die zegt, geweldig die bloemen. Over de eerste, tweede aflevering, tweede seizoen, eerste aflevering, Aukje, even... Correctie. Wat gaaf om te zien. Superleuk. Fabienne Stoefla, geweldig. Echt heel veel leuke en toffe reacties. Esther van Dijk die zegt, Pepijn zijn snor zie je groeien. Ja, daar hadden we toevallig net over in het filmpje nog. Hij wordt wel groot, hè, intussen. Het is een flinke snor. Nou, ik vond het ook wel leuk, want ik zeg net, ik vind het ook wel leuk dat zo met het baardje erbij, zo met die snor. Ja, daar waren we het eigenlijk wel over eens. Ja, we hebben het ook wel een keer over. Ik denk dat we iets heel leuks hebben, want we zijn toe aan... De eerste prijsvraag. Ja. Ja. En de eerste prijsvraag, waar vindt dit weekend wedstrijd plaats en waar kun je ons dit weekend ook vinden? Dus waar vindt dit weekend de wedstrijd plaats en de beurs? En waar kun je dus ons ook vinden? En we hebben een hele leuke prijs voor je in petto. Maar dat vertel ik nog niet. Die komt later. Voordat je dat gaat vertellen. In dat eerste seizoen kroop ik ook op een gegeven moment achter de demotafel. Ja. Ik dacht, ik moet het gewoon doen. Maar jeetje, wat een gedoe was dat, hè? Ja, we hebben de hele studio moeten verbouwen. In 3 minuten. Ja. 3 minuten tijd. Ja, want we hadden een filmpje. En in dat filmpje hadden we exact, en dat hadden we geoefend. Ja, ja, ja. 2 keer hadden we exact de tijd om alle stoelen eraf, tafels eruit, lampen weg, tafel erop, camera's verplaatsen, Pepijn in de
ready, set, go modus, tafel ingericht. Nou, dat was echt... En we waren net een Formule 1 team. Ja, dat was echt met de volledige crew waren we dat aan het doen. Iedereen was aan het rondrennen, terwijl we dus hoorden aftikken. En uiteindelijk van die 3 minuten waren we volgens mij in 1 minuut 30 klaar. Ja. Ja. En zat ik hijgend achter de demotafel, proberen te ontspannen. En daarom begon ik maar eerst eens even wat te praten aan de demotafel over de oorsprong van de babyboomnagel. Hallo allemaal. Nou, ik zit voor het eerst sinds jaren weer achter de demotafel om het met jullie te hebben over babyboomnagels. Wat is een babyboomnagel en wie heeft dat eigenlijk bedacht? Nu zo'n jaar of 10, 11 geleden. Ik wil even tegen de regie zeggen dat ik het ontzettend hoor kraken in mijn oortje. Dus anders haal ik het eruit. Een jaar of 10, 12 geleden was Terry Malone van de Duitse Profnail was bezig met het kijken naar een nieuw type nagel voor de mensen uit de zogenaamde babyboomperiode. Dus dat zijn de mensen die in de jaren 60, 70 zijn geboren, die dus in de jaren 2000 zo langzaam zeker rond de 40, 50 waren en die niet meer zin hadden in die hele schreeuwende witte roze nagels. Daar heeft zij toen de babyboomnagel voor gemaakt, gecreëerd. Zij was daar een van de eerste mee. En wat is nou een babyboomnagel? Een babyboomnagel is een nagel waarvan het witte deel van de nagel overloopt, vervaagt in het roze deel van de nagel. Waardoor je een zachtere, natuurlijkere French manicure nagel krijgt. Ja, dit was best wel spannend hoor, achter die demotafel. Ik heb toen later ook laten zien hoe je de babyboomnagel met verschillende producten moet maken. Ja. Binnenkort doe ik dat weer. Ja. Maar voor de mensen die alle afleveringen hebben gezien, ook Aukje heeft achter de demotafel gezeten. En dat was vanwege de funny cartoon, hè Auk? Ja. Dat was heel funny. Dat was heel funny. Ja, de funny cartoon. We hadden inderdaad wat opnames gedaan. En nou, die opnames, dat was iets niet helemaal goed meegegaan, dus het moest overnieuw gedaan worden. En ik kan best wel een beetje schilderen. Ja. Maar een Mickey Mouse lukte niet, zeg maar. Dus het werd wat anders. Maar wat het werd zien we niet, we zien alleen wel Aukje aan de tafel. Hoi iedereen, ik ga jullie een design laten zien in Funny Cartoon. Het is natuurlijk bijna kerst en het is natuurlijk hartstikke winter dadelijk. Dus voor de mensen die leuk op skivakantie gaan of lekker gaan snowboarden of lekker de sneeuw in gaan überhaupt. Een leuk design voor jullie met een pinguïn en een kerstmutsje. Ja, leuk hè. Ja. Aukje, je bent een geweldige artiest. En als ik jou zo achter de tafel zie zitten, dan denk ik bij mezelf, er is een plekje vrij aan de tektafel. Het wordt tijd voor de uitreiking van de prijsvraag. Ja, en goed. De dame die gewonnen heeft, deze prijsvraag, is Linda Megens. En Linda, van harte gefeliciteerd, want jij wint namelijk een perfectietraining van Debbie. We gaan met haar heel snel een datum inplannen. Stuur even je gegevens naar info@neeltalklive.com. En dan nodigen wij je uit bij ons om de perfectietraining bij Debbie te gaan volgen. Dus stuur even je gegevens door en van harte gefeliciteerd. God, dat is een coole prijs. Leuk. Ja, leuk. Misschien kom ik bij die perfectietraining wel even bij zitten. Ja. Gewoon even mijn techniek verstrakken. Ja, zeker. Graag. Leuk. En we kregen natuurlijk ook externe gasten in het afgelopen seizoen. En het eerste externe gast was Rilana. Ja, was één van de eerste. Eén van de eerste, ja. Ja, dat was ook echt ontzettend leuk. Rilana de Valk natuurlijk van Crystal Nails. Ja. En dat was leuk. Wij kenden Rilana al lang. Ja. Jij kent Rilana natuurlijk. Ja. Van, jullie trainen samen, jullie werken samen, sparren samen. Ja. En Rilana kwam bij ons en die had mega extreme nails op haar nagels. En ik was die hele tijd al die nagels aan het bewonderen. En toen op een gegeven moment vroeg ik aan Rilana, voor wie zijn die extreme nagels nou echt bestemd? Voor de nagelstylist of voor de klant? Je maakt ook heel veel nail art met gel. Ja. Überhaupt veel nail art, zoals ik al eerder zei. Ja. Maar op technisch vlak, op dit moment heb je acryl op je nagels? Dit is acryl, ja. Het is wel heftig, hè? Het is wel heel lang, ja. Ja, het zijn echt... Hoe heet dat nou, zulke nagels? Dit zijn Modern Extreme Nail Shapes. Modern Extreme Nail Shapes. Nou, de keyword is hier extreme, volgens mij. Ja. Maar echt supercool. Vind jij nou dat dit soort nagels, wordt dat nou ook echt in de salon aangeboden? Of is het meer een nagelvorm die met name door nagelstylisten wordt gedragen? Ik denk dat het meer voor de nagelstylisten is en voor de wedstrijden. Mm-hmm. Al ben ik van mening, als je je eigen waagt aan deze vormen om te trainen, zal het je ook helpen in je salonwerk te perfectioneren. Want je leert heel anders naar je werk kijken. Ja, heel anders kijken naar hoe is die nagel nou opgebouwd. Ja. En dat vertaalt zich dan ook op uiteindelijk salonnagels. Ja, vind ik wel.
Ja, dit klopt natuurlijk helemaal. Want als we nu eigenlijk vanaf toen naar nu kijken, zien we toch dat die trend zich echt wel aan het voorzetten is. Ja. Dat is ook een reden waarom we bijvoorbeeld vorige week ook die stiletto nagel in een talklife hebben laten zien. Ja. Want je ziet toch echt wel dat het langzaam weer aan het terugkomen is. En dat vooral stylisten echt wel getriggerd worden om weer extremere vormen te gaan dragen. Ja, absoluut. Ja, gelukkig wel. Ja. Het was echt, voorheen toen wij nog in de salon in Veghel zaten, en ook daarvoor al werden extreme vormen. Vooral inderdaad toen de nagelstylist heel veel gedragen. Mm-hmm. Daarna heb je zelf eigenlijk ook gezien dat de nagelstylist alleen maar korter ging en ook de gel polish enkel gingen dragen. Maar echt gelukkig komt het weer terug. Ik vind het zo kick om dat te zien. Ja, het is zo inspirerend. Techniek, technische vaardigheid is een ontzettende bron van inspiratie. Absoluut. En je ziet dat de markt zich langzaam aan het verdelen is in eigenlijk, ik zeg vaak twee, maar misschien zijn het wel drie markten. Ja. Gel polish, de natuurlijke nagel, de natuurlijk ogende kunstnagel, maar wel verlengd, en de extreme nails, die gewoon vakmanschap en technische skills laten zien. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ontzettende inspiratie. Ja. Maar Aukje, waar raak jij nou allemaal door geïnspireerd? Ja, ik ben toch echt nog wel steeds ontzettende fan inderdaad van die extreme shapes. Maar dan ook met name ook de nail art die erop gedaan wordt. In welke vorm dan ook. maar echt, op dit moment ben ik echt onwijs fan, naast van onze eigen Jessica natuurlijk, van Julia Vorobieva. Julia Vorobieva is eigenaresse van Nails Café. Ja. Uit Rusland komt zij. Ze is gevestigd in Moskou. En ze heeft daar in Moskou echt een geweldige salon neergezet. En ze maakt prachtige dingen met aquacolors. Laten we wel even naar gaan kijken. Dit is wat ze onder andere gemaakt heeft. Chameleons, slangen, echt. Het is te prachtig om mee te maken. Dus dat Rusland daar in Moskou, dat is dus echt wel heel veel talent verborgen. Ja. Nee. Absoluut. Met aquacolors, hè. Ik vond het al een wonder toen wij aan de demotafel zaten, dat ik vond die vlekken al gewoon heel erg leuk. Ja. Ik dacht echt, leuk vlek. Geweldig. Ja. Maar nu zie je dus wat de oneindige mogelijkheden zijn daarvan. En alles komt altijd door inspiratie. En toen Rilane bij ons was, vroeg ik ook aan haar, waar haal jij jouw inspiratie vandaan? One stroke. Jij mag niet meedoen. Nou, jammer zeg. Ik bedoel, je maakt prachtige one stroke designs. Dank ook. Je hebt weer op een andere manier. Ja. Daar hadden we het ook in de voorbereiding even over. Ja. Je hebt verschillende typen one stroke. Ja. Maar eigenlijk is iedere techniek op verschillende manieren te interpreteren. Ja, je kan eigenlijk alle kanten op met one stroke. En alleen de basistechnieken zijn voor elke techniek gewoon even belangrijk. Mm-hmm. Het maakt niet uit op welke manier jij je blaadje schildert. Ja. Als je basisinformatie maar gewoon klopt. Ja, en als je maar die twee kleuren verf aan je penseel krijgt. Want daar had dat ik altijd problemen mee. Dat is het moeilijkste, denk ik. Dan deed ik weer verkeerd om en dan zat ik weer vast. Maar het is wel iets wat al jarenlang er is, hè, one stroke. Ja, en ik moet zeggen dat het een van de moeilijkste nail art vormen is. Maar wel een van de vormen die me altijd blijft inspireren en die ik altijd zal blijven doen. Ja, want als je iemand ziet die het echt goed in de vingers heeft, dan natuurlijk tjuk, en pioenroos. Ja. Echt ongelooflijk. Zo snel dat het gaat. Maar goed, het heeft best wat tijd nodig. Ja, wij hebben het ook geprobeerd, hè? One stroke. Ja. Tak. Ja, ik ben beter in het stellen van de volgende prijsvraag. De volgende prijsvraag is namelijk, uit welke stad in Rusland komt Julia Vorobieva vandaan? Dus uit welke stad in Rusland komt Julia Vorobieva vandaan? En ook daarvoor hebben we een hele leuke prijs. Dus doe mee en blijf kijken. Een andere hele belangrijke gast die wij hebben gehad natuurlijk in het eerste seizoen, maar ook in het tweede, is Marga Jansen. Ja, wij hebben natuurlijk met Marga gesproken in het tweede seizoen. Ja. En toen ging het echt over de SGS-keuring, over wat zit er allemaal bij die ISO-certificering. Was ook best spannend, ook voor Marga, want het was middenin. SGS-keuring. Ja, het was een spannende tijd, maar ik vond het echt reuze interessant. Want als stylisten sta je er vaak niet bij stil wat er eigenlijk allemaal nog achter zit voordat zo'n product bij jou op de tafel belandt. Ja. Dus het was zeker wel heel interessant om dat een keer van iemand te horen die juist gespecialiseerd is in dat stukje van ons vak. Ja. Ja. Ik heb in het eerste seizoen met Marga gesproken over het nemen van
je verantwoordelijkheid, ja. Over de gevaren van mogelijke import, over het zorgen dat je weet wat er in je producten zit en zorgen dat je weet waar je mee werkt, zodat je je veilig en je klanten veilig zijn en je geen gevaren loopt. Laten we even kijken naar dit stukje over het nemen van verantwoordelijkheid. Ik wil het nog met je hebben over verantwoordelijkheid. Ja. Het is namelijk zo, dat is al een paar keer ter sprake gekomen natuurlijk, dat je als merk de verantwoordelijkheid neemt voor jouw klanten. Het beschermen van je klanten, ja. Het blootstellen ja. van je klanten. Maar ook in letterlijke zin is het zo dat als je in Europa een merk neerzet, dat je de verantwoordelijke persoon ook wordt. Dat ja. je verantwoordelijk bent. Ja. Hoe zit dat in elkaar? Ja, het is zo dat zeg maar op het moment dat jij jouw naam op een verpakking zet, dan ben jij de eigenaar van het merk, de verantwoordelijke persoon. En dan moet jij aan een aantal eisen voldoen. Mm-hmm. Op het moment dat je producten uit Europa komen, Europese leverancier, dan is dat een stukje makkelijker, want voor die leverancier gelden dezelfde eisen. Op het moment dat je iets importeert naar de Europese Unie toe, dan ben jij het eerste aanspreekpunt. Dus dan moet je jezelf echt overtuigen dat alles helemaal voldoet aan die eisen van de Europese Unie. Ja, dat is wat wij ook zien. Als je buiten Europa gaat, heb je heel vaak dat mensen, andere culturen, andere eisen, dat er dan dingen zijn die niet toegestaan zijn. Ja. Dus ja, heel belangrijk dat jij als merk ervoor zorgt dat het voldoet. Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar dat is natuurlijk ook, als jij zeg maar als nagelstylist, ja, met internet, de wereld ligt aan je voeten. Ja, zeg maar van dat je iets gaat kopen bij Alibaba. Nou, ik noem maar wat. Je hebt geen idee wat je koopt. Je weet het niet. Maar besef wel dat als er iets aan de hand is, stel dat je iets hebt wat heel erg slecht is voor jouw klant en die krijgt ook daadwerkelijk problemen, dat jij de verantwoordelijke persoon bent. Dus als daar schade geleden wordt door die persoon, dan ben jij aansprakelijk daarvoor. En dat kan natuurlijk, je bent daar persoonlijk voor aansprakelijk. Er zijn best wel ernstige voorbeelden daarvan. Ik wil niet te veel bij de negatieve kant stil blijven staan. Maar op het moment dat je inderdaad zelf gaat importeren, neem je bewust dat risico. Ja. En misschien is dat flesje dan goedkoper. Ja, maar je loopt misschien een risico en je weet het niet. Nee, en even los van of je persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld, je wil dat toch ook niet. Je wil dat niet, toch? Dat risico lopen. Ja, dat is best wel een heftig onderwerp. Ja. Waar we niet voldoende bij stilstaan. Nee, absoluut. De risico's. De risico's en ik denk het besef. Het is vaak denk ik van nou, ik koop het lekker goedkoop in of via. Dat je dan op dat moment eigenlijk niet doorhebt. Dat jij gewoon verantwoordelijk bent voor het feit dat jij de product in Nederland hebt gebracht. En het ook daadwerkelijk gebruikt hebt. Ja. En alle gevolgen van dien. Ik denk dat het wel, daarom is dit ook zo. Ja, belangrijke informatie eigenlijk. Ja, wij hebben natuurlijk in het totale stramien mee te maken. Vanaf die verantwoordelijkheid nemen, het produceren volgens normeringen. Dan en tot aan het praten over het vak hier in Niltalk Live. Kennis is belangrijk, maar wat ook belangrijk is, is de winnaar van de prijsvraag. En de winnares van de prijsvraag, want waar komt Julia Vorobieva vandaan? Dat moet natuurlijk Moskou zijn. En gewonnen heeft Denise Pauw. En Denise, van harte gefeliciteerd. Jij krijgt de 7 kleuren aquacolors opgestuurd, zodat je daar lekker mee aan de slag kunt en wellicht net zo'n prachtige designs kunt maken als dat Julia dat kan. Ondertussen is er van Iris ook nog een berichtje binnengekomen en die vraagt, prachtig, geven jullie daar soms ook cursussen in? Nou Iris, dat gaan we gewoon regelen. We gaan gewoon even met Jessica kletsen. En dat komt vast helemaal goed. Dus Denise, van harte gefeliciteerd. Ook voor jou, stuur je gegevens even naar info@neiltalklive.com. En dan zorg ik ervoor dat je deze prachtige set met aquacolors opgestuurd krijgt. Dus van harte gefeliciteerd. We gaan heel even kijken naar een hele mooie commercial over de aquacolors.
Ja, ja, prachtige commercial weer gemaakt door onze fantastische Cheyenne natuurlijk. Ja, ongelooflijk, ja. Echt super. Om even door te gaan op de kennis, want ja, kennis is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Als we over kennis praten, dan is onze collega Wendy Vink ook echt een dame die ontzettend veel kennis beheerst. Met name over anatomie, pathologie. Ja. En dit is echt haar vakgebied. Zij heeft hier ook regelmatig over gesproken. Mm-hmm. En zij heeft onder andere ook verteld wat het verschil is tussen haviksnagels en clubbing nails. Ja. Laten we daar even naar kijken. Daar gaan we even naar kijken. Dan gaan we naar de volgende. Ja. Da-da-da-da. Ja, om meteen even in de pathologie te stappen. Ja. Ik vond het heel belangrijk om eens even een goede foto te laten zien van echte haviksnagels. Want ik zie nog wel eens ooit online in de social media groepen of ook in lessen, dat als mensen, als naagsten een klant hebben of een model bij hebben met hele bolle nagels, dat het dan meteen wordt geschermd met de term haviksnagel. Maar er is wel duidelijk een heel erg groot verschil tussen. En we hebben een heel mooie foto om het verschil te laten zien. Dus dit is hoe dat het in een totale set eruit ziet. Ja, en dan de volgende foto. En hier zie je dus het verschil tussen een gewone nagel en een haviksnagel. Er is dus daadwerkelijk anatomisch iets anders. Het is niet zozeer dat die nagel bol is, maar het vingerkootje is anders. Als je de foto links ziet, dan zie je daar DPD aan geduid staan. En dan zie je dat die dus lager is dan de IPD. Dus het vingerkootje is iets groter dan het begin waar de nagering zit. Bij de rechtse foto, bij de haviksnagel, zie je dat de IPD juist kleiner is dan de DPD. Dus dat het bij de nagelriem dan groter is. En daardoor ligt die nagel dus eigenlijk iets verder voor op de vinger. Is hij wat gekanteld en krijgt hij dus een bolle uitstraling. Ja. Maar het is dus niet per se, als iemand een bolle nagel heeft, dat je dan ook meteen een haviksnagel hebt. Je moet dus heel goed kijken naar echt ook naar dat stukje verderop in verhouding tot het vingerkootje. Ja. Ja, echt onwijs interessant. Ja. Wendy heeft natuurlijk ook gesproken tijdens het Neil Talk Live event, waar ze echt superleuke presentatie heeft gegeven. Ja. Want anatomie en pathologie kan echt wel een hele zware kost zijn. Ja, maar dat is ook wel haar kracht, hoor. Dat ze het over kan brengen op een manier dat je het nog kan volgen. Oh, geweldig. En denkt van, ik krijg bijna weer zin om biologielessen te gaan volgen als ze het op die manier gaat vertellen. Echt. Nou, zover werkt dan nog net niet gaan. Nee, maar, maar ik begrijp wat je bedoelt. Het is wel de inspiratie geweest om Dermatalk op te gaan nemen. Ja. Ja. En we zijn toen in contact gewoon met Stijn Kouwenhoven. En om heel diep op die materie in te gaan. Ja. Maar uiteindelijk, Wendy blijft een absolute autoriteit. Niet alleen over wat het is, maar ook hoe kun je het oplossen als nagelstylist. Ja. Dus wie weet wat er allemaal nog kan in de toekomst. Ja, zeker. Wij hebben ook heel Nederland doorgekost, Aukje. Ja. Op bezoek gaan bij distributeurs, bij nagelstudio's, bij oude bekenden, bij nieuwe bekenden. Ja. En gaan kijken bij, zo zijn wij ook op een gegeven moment naar het noorden van het land gegaan. Want tijdens op de thee bij Pepijn en Mee heb ik twee dames ontmoet, Milene en Melanie. Ja. En die hebben een salon in Hoorn en daar gingen wij naartoe. Ja, dat is echt een heel bijzonder verhaal eigenlijk. Heel bijzonder. Ja, ik vond het best wel dat ik dacht, wat gebeurde nou? Op de thee vertelde Melanie en Milene dat ze een heel goed lopende salon hebben. En in die salon doen ze voornamelijk gel polish behandelingen op de natuurlijke nagel. En ze hebben daar een hele bijzondere marketing ook achter. En wat zij doen is, zij doen 200 klanten per maand, per persoon. Ja, ongelooflijk. En toen je me dat vertelde, toen dacht ik, aha, yeah, right. Maar dat dacht jij ook tijdens op de thee? Ja, een beetje wel. In het begin. Ja, en ik had ook hun nagels gezien, want ik dacht van, dat waren echt hele mooie nagels. En dat was een heel, en ze waren er zo vrolijk en gezellig over aan het vertellen. Het was zo'n gedenkwaardige op de thee, dat ik dacht, we moeten hier gewoon eens even op bezoek gaan. Dat was op een dinsdag. Ik heb vervolgens op woensdag gebeld. Kunnen we vrijdag eens bij jullie langskomen? Ja. Dat werd niet alleen een hele gezellige dag. We hebben ook heel gezellig 's avonds zitten eten met elkaar. Dat was heel leuk. Het was een beetje koud. Ja, en jij hebt met hun gesproken in de salon. Ja. Dus laten we eens gaan kijken.
Nu is het zo dat jullie toevallig ook een post hebben geplaatst over ons bezoek. En dat was nogal een... kregen jullie nogal veel comments op, begreep ik. Ja, lachen. Mensen dachten dat... wie komt er? Komt ze? Prinses Beatrix? Maxima? Liepen naar de bakker of naar de slager. Dan was het, nou wat hoor ik? Nou, krijgen jullie hoog bezoek. Wie komt er? Wie komt er? We blijven ook een beetje geheimzinnig doen. Nou, dat horen jullie wel. Tellen we niet. Dat zien jullie wel op Facebook. Ja. Nee, Facebook maar in de gaten. We zeggen niks. Nou, wat leuk. Ja, dan zie je eigenlijk toch wel dat het onder je klanten heel erg leeft. Hè? Ja. Dus dat ze je ook echt volgen. En dat ook echt, nou ja, eigenlijk de hele stad hier zo'n beetje meekijkt en ziet wat er hier gebeurt. Ja. En de gunningsfactor ook wel. Ze zijn echt allemaal zo enthousiast voor ons. En ze komen graag. Ja. Ja, dat is zeker heel leuk. Ik bedoel, dat geeft je ook wel heel veel voldoening voor je werk voor wat je doet natuurlijk. Ja. Hele concepten wat jullie ook doen met de foto's. Want jullie zetten geen volledige acryl of gel sets. Maar jullie gaan eigenlijk vanuit de natuurlijke nagel een versteviging aanbrengen. En dat heeft een bepaald proces. Jullie spreken dan ook af met de klant dat jullie die foto's posten? Ja, we melden wel altijd als we klaar zijn met een behandeling, dan zeg ik van goh, vind je het goed als ik even een fotootje maak, mag je op de zakelijke pagina. En dan grap ik altijd, wel even lachen, hè? Nee, niet mijn hoofd erop. Dat vinden ze alleen maar leuk. En als ze dan later ook zien dat die foto gepost is, dan krijg je ook altijd een leuke reactie. Ja, want jullie geven op de foto's dan ook stapsgewijs aan hoe het groeiproces van de nagel eigenlijk is. Ja, wel. Ja. Ja. Ja, hartstikke leuk. Dat is een heel leuk idee. Ja, wij merkten vooral hier, en dat heeft niet zo specifiek iets met horen te maken, denk ik. De laagdrempeligheid. Het werd gewoon heel laagdrempelig, het feit dat je geen kunstnagel zet. Er komt toch een ander publiek hier naar binnen. Ja. Omdat je werkt op de natuurlijke nagel. Omdat je het verkoopt als een permanente nagellak. Ja. Dus dat het kunstnageleffect eigenlijk helemaal komt te vervallen, denken ze dan. Het is natuurlijk wel een product wat je aanbrengt op de natuurlijke nagel. Maar omdat je niet met tips werkt, ja, voelt het laagdrempeliger voor de klant. En dat werkt bij ons gewoon echt als een succes. Het is echt een succes. Ja. Dit zijn nou echt twee dames, Melanie en Milene, die echt een unieke approach hebben gekozen. Ze hebben heel bewust gekozen voor een aanpak in hun salon en houden daaraan vast. En zijn daardoor ook in een korte tijd, heel succesvol geworden. Dus ook een advies voor jou, hè, thuis. Zorg ervoor dat jouw salon uniek is. Want dat is waar jouw klanten voor komen. Ja. Ja, en naast die 200 klanten in de maand heeft Milene het er ook nog bij genomen om lerares te worden bij ons in Soesterberg. Wat ontzettend leuk is. Je hebt Milene waarschijnlijk ook al kunnen zien als je op de beurs in Utrecht bent geweest, want daar heeft ze ons ook geholpen op de stand. En bij de gelpolish gestaan, omdat zij daar natuurlijk als geen ander advies over kan geven. Ja, ja, zeker weten. Dan heb ik daar een hele leuke prijsvraag over. Want hoeveel klanten doet Milene nu? Dus Melanie en Milene per maand in de salon. Dus hoeveel klanten hebben Melanie en Milene per maand in de salon? En wat kun je winnen? Die prachtige Naughty on My Nails collectie. Ja. Ja. En de hele collectie. De hele collectie. Nou, en ik zit echt... Ja, dat is een mooi, mooi prijs. Ja, zeker. Een hele, een beetje neon pastellerige met een attitude. Nails with an attitude. Ja. Voor mensen met een attitude. Ja. In ieder geval... Ja, jullie hebben buiten deze prachtige salon, hebben jullie ook meerdere salons bezocht. Ja. En onder andere de salon van Mirjam Zwart. Ja, salon en opleidingscentrum van Mirjam Zwart. En dat was ook echt heel leuk, want we kwamen daar aan en moesten alles klaarzetten. En dat was, Mirjam was een beetje zenuwachtig, ik was een beetje zenuwachtig, we waren allemaal een beetje zenuwachtig. En dat was ook toen de allereerste Ems tip. Laten we eens kijken. Mirjam heeft nog wel een hele leuke tip waar je vast iets mee kunt. Ik ga jullie vandaag een leuk design laten zien met mijn favoriete producten, de Building Base en de Extreme White. Ik heb alvast een Colourpop voorbereid met de Gel Polish 103302, de Nude Pink. Hier ga ik een design op aanbrengen met de Gel Polish Las Palmas Pink 103325. Dit doe ik met een dun nail art penseel, Rhinestone Nail Art Brush. Ik kleur deze vakken in met een flower flat brush. Je bent anders te lang bezig om het met een rhinestone nail art brush helemaal in te kleuren. Ik
Deze mag even 30 seconden in de Twinlight. Flex & Shine heeft geen plaklaag. Hier ga ik de finishing touch nog even op aanbrengen met de Extreme White Gel. Vergeet niet dat Extreme White erg pigmentvol is, dus dat je er niet te veel van hoeft te gebruiken. Anderhalve minuut en hij is af. Ik heb jullie twee van mijn favoriete producten laten zien, de Building Base en de Extreme White. Dit zijn allebei twee veelzijdige producten. De Building Base is fijn te gebruiken bij de korte nagels met een gel polish. De natuurlijke nagel heeft vaak wat meer body nodig en hier is de Building Base uitstekend voor. Maar ook om een design goed te cappen gebruik ik regelmatig Building Base. Zeker met glitters die je niet meer wilt voelen, kun je hem mooi afzielen. Niet vergeten, het is geen topgel, dus altijd aflakken met een juiste topgel. Leuk hè, om dat te zien. Dat is natuurlijk intussen ook al 2 jaar geleden. En Mirjam deed toen al filmpjes maken samen met Ray. Ja. En dat is natuurlijk gaan evolueren en evolueren. Ze heeft ook iedere week een eigen filmpje in haar groep. Ja. Ems Nails. Ja, ik geloof het wel. Ja, en hij is het ook een tip van de week. En zo is ze ook langzaam maar zeker bij ons die tip van de week gaan doen. Het was echt, en dat is heel inspirerend voor mensen om naar te kijken. Want het is absoluut een hele benaderbare manier van onderwijs absoluut geven. Ja, absoluut. Absoluut. Ik heb ondertussen ook nog heel even Esmee. Die zit helemaal into de nagels, want ze heeft even een random vraag. Okay. Hoe zorg je ervoor dat de huid onder je nagel niet meegroeit aan de nagel als je voor een lange kunstnagel draagt? Ja. En wat kun je eraan doen als het al zo is? En ik denk dat ze daarmee het hyponychium bedoelt. Ik denk het ook. Het lange hyponychium. Ja, het is natuurlijk zo op het moment dat je lang nagels gaat draaien en je maakt ze nooit korter, dan krijg je inderdaad dat hyponychium mee zou kunnen groeien. Dat heeft ook vaak te maken met de droogte van de nagelplaat. Dus hoe droger die nagelplaat is, hoe meer dat velletje er eigenlijk aan blijft plakken, als het ware mee uitgroeit. Er zijn wel wat dingen voor. Ja, toch die nagelriemolie ook aan de onderkant smeren. Vooral bij extreem droge nagels is dat toch echt wel aan te raden. En dan heel voorzichtig met beleid een beetje terugduwen. Absoluut niet met scherpe dingetjes eronder gaan zitten. Nee. Ten eerste heel pijnlijk. Ja. En ten tweede kan er blijvende beschadigingen aanbrengen eigenlijk. Dus ja, dat wil je gewoon niet. Dus gewoon rustig eigenlijk terugduwen. Ja. En gewoon accepteren, want lange hyponychia zijn prachtig. Want dan heb je een mooi lang nagelbed. Ja. En die willen nou geen lang nagelbed. Waar. Absoluut. We hadden het natuurlijk over M-stip. Dus laten we ook dit keer even gaan kijken naar M-stip. Hi, daar ben ik weer een nieuwe tip. Leuk dat jullie weer kijken. Ik ga vandaag een verlenging maken op de natuurlijke nagel. Dit ga ik doen met de Power Gel Pink. Daarop ga ik nog een leuke glitter fading maken met een van onze geweldige glittersprays. En dat ga ik doen in de plaklaag. Daar kun je de Soko voor gebruiken, maar mocht je hebben ook de base en top. Ik heb de natuurlijke nagel vast voorbereid en hier ga ik de soft form primer opzetten. Deze gaat 30 seconden in de lamp om ervoor te zorgen dat je hechting nog beter wordt. Ik ga deze natuurlijke nagel verlengen met de Power Gel Pink en ik gebruik alcohol om mijn penseel in af te doen. Let op dat je niet je alcohol toevoegt aan je Power Gel, want dan krijg je dat die vloeibaarder wordt en zal die minder lekker gaan werken. En de hittereactie in de lamp wordt heftiger. Ik schuif altijd voordat ik begin het residu, de plakkerige bovenlaag, een beetje aan de kant. Je ziet dat die dan doffer wordt en dat is het gedeelte waar ik mee ga werken. Dan doe ik mijn penseel in de alcohol. Dep hem eerst goed af en vervolgens ga ik dan naar de nagel. Zachtjes verdeel ik mijn Power Gel. Ik breng hem alvast wat meer naar me toe. En zo sleep ik hem als het ware over haar vrije top heen, waardoor ik de lengte iets meer kan verlengen zonder hiervoor een schabloon te gebruiken.
Dan zet ik deze even 30 seconden vast in de Twinlight. Mocht je nou merken dat hij toch warm wordt in de lamp, onderbreek even je polymerisatieproces, het uithoudingsproces in je lamp, door je lamp aan en uit te zetten. Of de klant eventjes de hand uit de lamp te laten halen, als de hitte dan voorbij is, weer terug in de lamp te stoppen. Doordat ik het eerste gedeelte vast heb gezet in de lamp, kan ik meteen doorwerken met het volgende bolletje erachter. Doe dit niet met camouflageproducten. Deze moet je wel volledig uitharden alvorens je er een nieuwe laag op gaat zetten. Maar doordat bijvoorbeeld de clear of de pink die ik nu gebruik transparant zijn, is dat wel mogelijk. Dit is mijn laatste laag en nu gaat die 1,5 minuut in de lamp voor een volledige uitharding. Dan verwijder ik de plaklaag met de prep en wipe. Mocht er wat gel in de huid gelopen zijn, let er dan eventjes op dat je de huid losmaakt, zodat je je klanten geen pijn kunt doen. En dan gaan we de nagel in model filen. Wat in dit geval van verlengen bij de nagel wel eens wil gebeuren, is dat het product aan de onderkant iets eronder loopt of dat je die iets meer eronder duwt. Wat je dan kunt doen is met hetzelfde expert bit eventjes voorzichtig de onderkant filen. Het fijne is dat deze op de punt net geen grit heeft en op deze manier kun je hem heel mooi aan de onderkant mooi smooth filen. Ik duw met mijn duim de huid een beetje naar achteren. Kijk uit voor het hyponychium. Ik druk de nagel of met mijn middelvinger de nagel er tegenaan, zodat ik ook niet te veel druk geef aan de binnenkant van de nagel. Dan ga ik een hele simpele manier laten zien van een glitterfading. Dit ga ik doen met een glitterspray en een fanbrush. Ik gebruik een Sokov top gel. Je kunt er ook voor kiezen om een bezentop te gebruiken. Iets wat een plaklaag heeft, zodat je daar je glittertjes in kunt plakken. Ik bewaar mijn glittersprays altijd op zijn kop. Stel je wilt een nagel full color glitteren, dan hangen we de vinger in de dop en sprayen we hem vervolgens full color. Alles wat er overblijft valt in je dopje en dan kun je die op deze manier, zoals we hem nu gaan aanbrengen, gebruiken. Dus de glittertjes verspillen we op deze manier niet. Ik pak met mijn fanbrush de glitters uit de dop en die verdeel ik in de plaklaag van mijn Sokov top gel. En zo heb je een superleuke glitterfading. Deze zet ik nog even 10 seconden vast in de lamp en daarna ga ik de top gel eroverheen doen. Op het moment dat ik een glitterfading zet op deze manier, dan gebruik ik daar altijd een andere top gel voor. Natuurlijk wel een Top Gel Supreme Finish zoals we hem nu hebben. Maar ik gebruik altijd een Top Gel Supreme Finish met een stip op mijn dop, zodat ik weet dat die voor mijn glitters is. En heb ik een naturel nagel of een French, dan heb ik daar geen stipje op. In dit geval gebruik ik nu mijn Supreme Finish met de stip. Mochten er wat glittertjes loskomen, is dat helemaal niet erg. De Supreme Finish gaat 1,5 minuut in de lamp. We hebben natuurlijk heel veel leuke glittersprays, dus wil je dit met een andere kleur doen, kies wat je leuk vindt. Heel veel plezier met deze tips en tot de volgende keer. Ja, inderdaad een hele leuke tip van Mirjam en ook blijft natuurlijk ook een hele leuke, hele handige tip met name met die dop onder die glittersprays. Dat we dat nu 100 jaar eerder uit hebben gevonden. Ja, ja. Echt, echt een briljante tip. Natuurlijk ook weer nu de winnaar van de prijsvraag. En dat was natuurlijk een beetje een strikvraag. Want de vraag was, hoeveel klanten hebben Melanie en Milena doen zij per maand? En Melanie doet er 200 en Milena doet er 200. Dus dat zijn er 400. En ik mag feliciteren Mireille Kroon. En Mireille, van harte gefeliciteerd. Jij wint de 5 Naughty On My Nails gel polishes. De nieuwste gel polish kleuren die uit gaan komen. Waarvan er 2 uitkomen dit weekend en de andere 3 tijdens het open huis. Maar je hebt een primeurtje, want je gaat ze al ontvangen op hele korte termijn. Ik zorg dat je ze dit weekend nog in huis hebt. Dus heel veel plezier ermee. Stuur al even je gegevens naar info@nailtalklife.com en dan gaat het helemaal in orde komen. Kun jij lekker naughty on my nails? Ja, oh ja, naughty nails. Ja. Naughty nails. We zijn naar Cherisa Klein gegaan, van Pasha Cherisa.
Dat was weer op een andere dag. Toen gingen we de andere kant van Nederland bezoeken. Ja, toen deden we 4 salons op 1 dag. Ja. We begonnen om 9 uur 's ochtends, geloof ik, 8:30, zoiets. En we kwamen om 11 uur 's avonds thuis. Ja, maar wel vol inspiratie. Absoluut. En Charissa staat natuurlijk bekend om haar hele mooie ballerinenagels en haar salon. Dus daar hadden we even wat vragen over. Ja. Dus jullie bepalen ook samen van, nou, dit zijn vormen die willen wij gaan aanbieden. Ja, inderdaad. We zijn natuurlijk onwijs met de ballerina bezig. Ik denk eigenlijk iedereen wel een beetje. Mm-hmm. En ja, ik vind die moet je toch wel even goed leren kennen. Ja. Het is officieel natuurlijk geen vorm. Iedereen geeft een beetje zijn eigen draai aan. Ja. Maar ja, dus dat wilden we natuurlijk eventjes glad trekken. Van nou, dit is hem. Zo staan de zijlijnen. Zo is de bolling. En daar hebben we met z'n allen lekker voor gezeten. Dit is onze ballerina nagel. Dit is hoe die volgens ons hoort. En zo gaan we hem gewoon zetten. En die vorm is natuurlijk onwijs populair. Dus ja, daar scoren we allemaal wel heel leuk mee. Ja, ja. Dat kan ik me wel eens bij voorstellen. Het is leuk als je elkaar als klankbord hebt natuurlijk. Absoluut. Je wil dus echt een servicegerichte salon zijn. Ja. Dus goed klantcontact, niet snel er doorheen rammen. Nee, heel erg hekel aan. Mm-hmm. Ja. Ja, dus voor sommige klanten misschien niet geschikt, maar je ziet dat klanten vaak ook wel door een beetje bijdraaien. Ja. Dat ze zeggen, oh god, er is al 2 uur voorbij, daar kan helemaal geen erg in. Mm-hmm. Dus dat is wel heel grappig. Ja, en dit was eigenlijk nog voordat ze Risa salon ging verbouwen. De dag voordat de verbouwing plaats ging vinden. Dus dat hadden we heel goed uitgekiend. Maar daarna hebben we nog foto's van de nieuwe salon van Risa gezien. En die is werkelijk prachtig geworden. En Risa heeft natuurlijk ook heel veel inspiratie op het gebied van nail art. En verschillende fadingen, glitters, combinaties, van alles en nog wat. Dus echt prachtig. Na dit seizoen heeft eigenlijk Hanneke het van ons overgenomen, de salonbezoeken. En is zij wekelijks toen te zien ook geweest in ons vlogje. Ja, of in het Hannekes vlogje. De razende reporter. De razende reporter, ja. Ja, en dat deed ze echt onwijs leuk ook, Hanneke. Want die heeft ook half Nederland doorgekrost, of heel Nederland eigenlijk een beetje doorgekrost, om mijn salons te bezoeken, wat echt onwijs tof was. Echt superleuk. Hele leuke idee. Ja, zeker. Wie weet gaan we daar in de toekomst nog eens mee verder. Toen was het op een gegeven moment zo dat wij moesten weg. Ja. Jullie, Jaap, mee en ik. Jullie hebben altijd een heel leuk moment ergens in november. Ergens gewoon in het midden van het seizoen van Nail Talk Live. En dan zeggen jullie gewoon, jongens, toi, 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 wij zijn weg. Ja, dus toen moest jij het overnemen. Ja. En dat deed jij doen. Dat deed ook toen samen met Cheyenne. Ja. En dat was heel leuk, want Cheyenne zit natuurlijk normaal gesproken achter de knoppen. En nu een keertje voor de knoppen. Ja, Cheyenne deed het echt fantastisch. Ja, was ook doodzenuwachtig, net als ik. En jullie trouwens ook. Ja, wij ook. Wij zaten ook echt, want we wilden een filmpje naar Nederland sturen. Dat zien jullie ook, een stukje van dat filmpje. En dat ging maar niet. En de wifi viel uit. En de WhatsApp ging niet. En Messenger. En uiteindelijk hebben jullie het volgens mij 12 keer binnengekregen. En iedereen keek mee. Ja. En wij zaten te genieten hoe jij en Cheyenne de show openden. Kijk mee. Goedenavond iedereen. Welkom bij de 6e aflevering van Nail Talk Live, de talkshow voor nagelstylistes door nagelstylistes. Deze week zonder Pepijn, want die zit helemaal in Hongkong, maar daar gaan we je zo nog even een stukje van laten zien. Het thema voor vanavond is social media en vloggen, want we hebben een hele leuke gast, namelijk Hanneke Jansen. En daarnaast heb ik een hele gezellige co-presentatrice, dat is Cheyenne. Cheyenne is bij ons binnengekomen als stagiaire, want zij doet de opleiding communicatie. Maar inmiddels werkt ze ook 2 dagen bij ons op de art department afdeling, waar ze onder andere filmpjes maakt voor Nail Talk Live, maar ook posters, advertenties, dus eigenlijk alles op het gebied van grafische vormgeving. En ik vind het onwijs leuk dat Cheyenne er vanavond bij is. Wat hebben we nog meer vanavond in het programma, Cheyenne? We hebben de uitreiking van de Catharina Challenge van vorige week, de One Stroke Challenge. We hebben natuurlijk weer een nieuwe Catharina Challenge. Daarnaast hebben we May's Moment. May die gaat met Jaap naar Las Vegas. We hebben een nieuwe prijsvraag. Vanmiddag hebben we al de vraag gesteld. Dus als je nog een foto hebt van hoe je Nail Talk Live kijkt, zet hem dan snel in de reacties hieronder. Misschien maak je nog kans op de prijs. De prijs maken we later deze uitzending bekend. En we hebben natuurlijk het filmpje van Pepijn met May en Jaap uit Hongkong. En daar gaan we nu even naar kijken. Goedenavond Nail Talk Live. Vanuit Hongkong zitten May, Jaap en ik op de boot naar de beurs. Ik zal jullie even laten zien waar we naartoe gaan. May, hoe vaak ben je met deze ferry geweest? Nou, ik denk alles bij elkaar wel een keertje of 40,
150. Ja, wel meer. Als het niet meer is. Ik denk wel een stuk keer of 100, 120 keer. Zo vaak, ja? Ja, want je gaat elke keer dag twee keer en je gaat vijf dagen, dat is 10 keer per keer. Hè? Dus, ja, ja, dat is de economie, ja, die tevoorschijn komt. Hij weet het. We zijn druk op zoek naar leuke dingen voor jullie, maar daar vertellen we binnenkort meer over en mee. Ja, zeker. We moeten ze eerst nog even vinden. Ja, we hebben al mooie dingen gevonden. Ja, zeker weten. Maar dat gaan we nog niet vertellen. Ja, ja, nee. Maar daar gaan jullie wel heel blij mee zijn. Ja, zeker weten. Heel veel plezier vanavond met Aukje. Ja, dat is toch echt wel heel erg leuk. Want Hongkong is inderdaad echt gewoon iets wat jullie jaarlijks doen. Ja. Waar jullie heel veel nieuwe producten, nieuwe ideeën opdoen. Leveranciers bezoeken, wat natuurlijk ook onwijs belangrijk is. En ook dit jaar staat het weer op de planning, ja, geloof ik. Dus, ja, het is altijd een geweldige ervaring. Heerlijk eten. Ja, we zitten daar te genieten van de dimsums. En van met vrienden van Jaap en mee gaan we dan dineren. Echt Chinees. Vorige keer hebben we ook hele bijzondere dingen gegeten, dus wie weet wat we dit keer allemaal gaan doen. Wat iets minder goed uit de verf komt tot nu toe, is Aukje. Jij bent eigenlijk wel een hele gekke meid af en toe. Want wat jij af en toe wel niet doet, hier, naast liedjes zingen die niet meer uit je hoofd gaan, can't get you out of my mind, zeg maar, tot knotten die alle kanten opgaan en andere dingen die alle kanten opgaan. Maar ja, zonder jou zou het allemaal niet mogelijk zijn. Maar laten we toch even kijken naar wat van deze gekke momenten van Aukje. Ik ben benieuwd. Ta-da-da-da-da, la-da. Door. Ja, het is hier in de voorbereiding af en toe dolle boel. Nee. En jij doet net zo hard mee. Ja, oh nee, echt niet. Ja, echt wel. Alleen jou vergeten ze je de kind te filmen. Je weet gewoon precies op welk moment dat je mond op moet gaan houden. Oh, het wel, maar dat zorgt wel voor dat de zenuwen. Ik ga het gewoon wel even met de regie bespreken, hoor. Want ik zorg er ook voor dat jij ook te krijgen. Gewoon, nee, het is inderdaad, het houdt het wel echt heel erg leuk. Ja, het is wel leuk. Ik heb inderdaad ook voor de uitzending een soort van gezonde spanning. En ik hoor echt onwijs melig voordat we de uitzending ingaan. Dus ja, dan hebben we af en toe van dit soort momenten. Ja. Dat heb ik dan even nodig, want de rest ervan pitten maakt me eigenlijk dus heel erg veel uit. Ja, het is, ik moet er altijd even doorheen bijten, zeg maar. Want dan denk ik, even serieus. En dan gaat het met liedjes die echt niet meer uit je hoofd gaan. Nee, maar goed. Nee, ik krijg s'avonds inderdaad ook messengerbericht. Hey Auk, en bedankt. Nou, anywho. Ik heb... ik moet even ophouden met lachen nu. Ik heb nog wel een hele belangrijke vraag en dat is nog een prijsvraag. En voor de dames die vanaf het begin af aan heel goed hebben opgelet, die moeten deze vraag kunnen beantwoorden. Want wie was de allereerste gast, naast Pepijn en mij natuurlijk, die het presenteren, in Neil Talk Live? Dus wie was onze allereerste gast in Neil Talk Live? En ook voor jou hebben we een hele leuke prijs, dus beantwoord hem snel. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog een heel bijzonder seizoen gehad, waar het seizoen 1, toen we gingen afsluiten, de laatste uitzending. In het eerste seizoen zijn we geëindigd rond kerst, net voor kerst. En toen kwamen we op het idee om een kerstshow te doen. Ja. Nou, ook dat idee was natuurlijk weer heel wild, want die hele studio moest weer leeg worden gehaald. Ja. Moesten kerstbomen, jouw halve inboedel ging hier naartoe, om te zorgen dat het werd gedecoreerd. Het was een hele bijzondere setting, we hadden gasten in de studio, we hadden een pianist die af en toe iets wat off-key, toch heel leuk begeleiding gaf. En we hadden hele bijzondere gasten met wie we in gesprek waren. Ja, absoluut.
Absoluut. En die show, ik was hem vanmiddag aan het kijken, of gisteren was dat aan het kijken. En ik kon eigenlijk niet stoppen met kijken, want het is toch echt wel een heel leuke show, omdat het heel divers is. Ja. Jij was er toen nog niet bij, maar wie weet, in het volgende seizoen hebben we wel weer een kerstshow. Ja. Want nu ik hem heb gezien, denk ik bij mezelf, we kunnen weer aan de gang met kerstbomen. Yay. Ja, maar dan meerdere, want de studio is groter. Studio is groter. Maar jij decoreert, hè? Kan ze heel goed. In ieder geval, in deze kerstshow waren dan eindelijk Jaap en May zelf ook te gast. En laten we een stukje hiervan kijken en een stukje van May's moment. Want ja, zonder deze twee mensen hadden we dit allemaal niet kunnen doen. Dan twee hele bijzondere gasten bij mij aan tafel. De mensen die eigenlijk Neil Talk Live hebben mogelijk gemaakt. De mensen die achter de schermen alles regelen. Ook voor de schermen natuurlijk. Want anders is het net alsof jullie alleen maar achter de schermen zitten. May, jij bent natuurlijk al regelmatig langsgekomen in May's Moment. Ja. We gaan straks naar de laatste aflevering van dit seizoen kijken. Ja. Oh ja. Aha. Oké. Okay. Ja, dat weet je nog niet, maar die nagels moeten weer worden opgevuld. Oh, help. En Jaap, jij bent natuurlijk op de beurs altijd wel op de voorgrond. En ben je er met je smoking aan het praten over de stand. En hoort iedereen je. Maar eigenlijk nog nooit echt zo in beeld geweest. Dus ik ga met jou wat praten over de andere kant van Magnetic. De kant die niet zo duidelijk zichtbaar is iedere keer. En eigenlijk de meest boeiende kant is. Zeker weten. Hoewel nagelproducten. Ja, ik wil zeggen. Daar krijg je lekker jeuk van en daar word je opgewonden van. Hè? Die twee dingen. we gaan naar de laatste aflevering kijken van May's Moment. En in deze aflevering, je moet je even herinneren. Vorige keer hebben we het gehad over productontwikkeling. En dat we dat altijd doen op een speciale plek in Zeeland. Waar we dan samenkomen om erover te praten. Dus denk even terug. Het ging over de natural look en over de Seal and Protect. En als intro tot May's Moment hebben we wat foto's van jou verzameld. Oké. Okay. Je kunt ze daar zien. En natuurlijk afgelopen 32 jaar, we hebben van vroeg met Ingeborg tijdens de wedstrijden samen met je steun en toeverlaat Jaap, dansend en swingend met je dochter Pepijn, lekker feesten met een mooie ketting, prijzen, awards kregen jullie, altijd vrolijk en blij om de gasten te ontmoeten op de beurs en op open huizen. Wij staan dan samen bij de entree. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Samen met het hele team. Het team wordt steeds groter. Natuurlijk Marcus en Cleo altijd erbij. Soms op het podium, soms aan de thee, soms aan de wijn. Ja. Altijd een prachtige verschijning. May's Moment. Natuurlijk omdat ik ken dat jullie vaak in Zeeland zijn. Ja. Jaap heeft voor jou een paleis gebouwd. Ja. Paleis is een groot woord, ja, maar zo paleis. Noemen we het. Ja, we noemen het paleis. Ja. De plek waar we brainstormen en waar we zitten en waar jullie heerlijk kunnen ontspannen en kunnen genieten van elkaar en van Marcus en Cleo. Ja. En vanuit daar natuurlijk heel rustig gewoon contact kunnen houden met hier. Ja, via het COM-systeem. Hè, via want het COM-systeem. Dan bellen we in en dan kunnen we elkaar spreken en zien. En zo kan het ook. Ik bedoel, op enig moment zal ik niet meer 5 dagen in de week op de zaak aanwezig zijn, maar we blijven wel altijd ermee bezig. Dus wat dat betreft blijven we altijd Magnetic. Ja, en een ondernemer stopt nooit, hè? Nee, nooit. Nou, over 3 weken weer de volgende behandeling. Dankjewel. Geniet van de nagels. Ik vind ze prachtig. Dankjewel, Pepijn. Nou, graag gedaan. Ja, leuk hè. En toevallig is dit een van de weken dat May niet 5 dagen op kantoor is, maar een beetje kan genieten van het heerlijke weer in het paleis in Zeeland. En het huis heet Het Paleis. En er staan met Chinese tekens het woord paleis gebouwd. En ik vind het zo mooi dat de liefde van haar leven haar een paleis heeft gegeven waar ze nu kan genieten van deze show. Mm-hmm, absoluut. Van ons allemaal en natuurlijk met Marcus en Cleo samen in de tuin. Die minstens net zo mooi en inspirerend is. Ja, zeker weten. Dus May, lekker genieten, hè? Dat komt vast goed. Dat weet ik zeker. Dat komt vast goed. We hebben een winnaar. En de winnaar van de prijsvraag, wie onze allereerste gast was in de uitzending van in het eerste seizoen van Neil Talk Live. De correcte antwoord moet natuurlijk zijn Ingeborg of Ingeborg Mensonides. En degene die gewonnen heeft, is van harte gefeliciteerd Mireille Baburam Snel. Van harte gefeliciteerd, jij wint een training bij Ingeborg. En dat is de training Eigen Nagels, waarin je dus echt gewoon een perfecte salonnagel bij jezelf leert zetten. Waar je onwijs veel van kunt leren en waarbij je dus ook onwijs prachtige nagels zelf kunt gaan dragen. Als je dat niet al doet natuurlijk, maar je kunt heel veel tips en tricks daarin meenemen. En die tips en tricks die je tijdens die les leert, die kun je ook weer uitvoeren op je klanten. Want uiteindelijk doe je
doordat je je eigen nagels doet, leer je eigenlijk het meest. Maar daar hebben we het in de vorige uitzending al over gehad. Ja. En ik denk dat Mireille ook nog wel die tips en tricks met iemand anders kan delen, die samen met haar wellicht in de toekomst gaat werken. Mireille doet al wat langer nagels. Ja. Dus die heeft veel ervaring, maar ik weet zeker dat dit heel leuk voor je wordt. Ja, absoluut. Absoluut. Dus even info@neiltalklife.com, Mireille. En dan zorgen we ervoor dat de datum ingepland gaat worden. Dat is in september en ik geloof heel even uit mijn hoofd de 4e. Maar hou me even te goede. Nou ja, en natuurlijk missen we eigenlijk nog wel één belangrijke gast die we het afgelopen seizoen hadden. En het was onze eerste gast van dit seizoen. Van dit seizoen. Van dit seizoen, ja. En dat is natuurlijk Jaap. Ja. Jaap Steenman. De man achter Magnetic. En degene die dit uiteindelijk allemaal in ieder geval mogelijk maakt, technisch. Ja. Ja. En toevallig zaten May en ik laatst samen met Jaap in de auto. En toen zeiden May en ik tegen elkaar, wij zouden hier nooit zijn geweest zonder Jaap. Zelfs gewoon fysiek niet. Het was Jaap die waarmee ik in contact kom, via Jaap met May, May via Jaap met mij. We zijn altijd met elkaar in gesprek, altijd aan het brainstormen, altijd aan het denken, altijd aan het filosoferen, zeker. Zeker met Jaap, de man achter Magnetic, degene die het allemaal heeft gedaan. Hij vertelt over zijn passie voor ons vak. Die professionaliteit staat voorop. En dat is wat we ook met Nail Talk Live proberen te ondersteunen. Te stimuleren. Dat mensen gewoon zien hoe het ook kan. En dat ze zien dat er mensen zijn die perfectie nastreven. Mensen zijn die hart voor hun vak hebben. Mensen zijn die geëmotioneerd zijn bij dat vak. Die passie hebben. En dat is wat je nodig hebt om die top te bereiken. En dat is of je nou een voetballer bent of niet. Nou, voetballers vind ik het verkeerd. Die jongens verdienen veel te veel, maar goed. Dat is zo niet jouw idee. Dat is niet mijn ding, voetballer. Maar kijk naar een goede atleet. Die kan alleen maar zo ver komen als hij de passie heeft om daar te komen. En dat geldt voor nagelstylisten ook. Om echt, en jij hebt het gezien vorige week met Debbie. Gewoon gek van nagels, gek van het vak. Trainen, trainen, trainen. Perfectie, perfectie, perfectie. En dan word je dus een keer een Nederlands kampioen. Een Europees kampioen. Een wereldkampioen. Een nummer 1. Linda Luibrechts ook. Allemaal mensen die vanuit de passie bereikt hebben wat ze willen. En dat wil ik ondersteunen. Dat willen wij ondersteunen. Met Nail Talk Live. En daarin zijn we, denk ik, uniek. Ja, absoluut. Ja. Hij kan het niet beter zeggen. Nee, inderdaad. Hij kan het niet beter zeggen. Nee. Het is topsport, het is passie. Het is een vak apart. Het is een vak apart. Het is een vak apart. Ja. En als je eenmaal van dit vak houdt, dan hou je er de rest van je leven van. Ja, absoluut. Ja. Ja, het is die passie, dus ook waarom wij dit iedere week doen. Ja. Voor vanavond zit het erop. Heel erg bedankt voor het kijken. Volgende week hebben we weer een andere show. We gaan nou weer denken over wat gaan we doen. Ja. En dan ben ik aan de beurt geloof ik met demonstreren. Ja, dat ben jij aan de beurt. Wat wil je dat ik ga doen? Nou, volgens mij wil ik die ene babyboom die je net zo mooi uitgelegd hebt, dan wel eens even een keer echt live om de camera zien. Maar dan wel met een mooi nail art. Oké, nou dan denk ik dat ik weer iets uit de oude doos trek. Namelijk jouw oude design. Curly wedding. Ja, wat leuk. Krullen, bruidsmotieven, babyboom. Allemaal voor jullie. Bedankt voor het kijken.